is vandaag maandag 7 september. En ik zit hier via Skype tegenover Sven de Ridder. Bij het computerscherm zegt Jasmin van Zoetertaal, maar het is eigenlijk Alex Agnew en Xander de Rijke. Gentlemen, welkom in de Fokcast. We hebben weer een tragische dood, dus een leuke podcast. Volgens mij moet jij die gewoon een andere naam geven. Tragische dood, leuke podcast. Leuke podcast. Dat zou nog een goede zin eigenlijk. Ja. Dus, nee, goed. Robin de Hert is 24 augustus gestorven. Hij is 77 jaar geworden. Geen heel verrassende dood, met alle respect. Maar, ik bedoel, hij leek al een beetje aan het overlijden. Maar het is wel een bijzondere such man. Such a fitting tribute daar, Fokke. Ik denk dat hij het zo gewild zou hebben. Eerlijk en oprecht. Echt mijn absolute best aan doen om niet out of the gate te starten. Bij Rob de Hert was al doodmop. Ik vind dat hij als host al meteen start daarmee is goed. Ja, maar ja, nee, hij was, ik bedoel... Ja, hij zag er niet goed uit. Hij zag er niet goed uit. Ik heb hem... goed, maar laten we eerst eens beginnen met onze herinneringen aan de man. Laten we beginnen. Sven, heb jij ooit in een film van hem gespeeld? Nee. Ik heb hem wel vaak ontmoet. Maar ik heb nooit in een film van hem gespeeld. Ik heb wel 2 keer een auditie gedaan. Voor een film van hem. Voor welke rol? De eerste keer was dat voor Brilcrème Boulevard. Ah ja. Het vervolg op Blueberry Hill. Yes. Daar zochten ze nog jonge jongens. Maar ja, ik was ofwel te jong nog op die moment van Brilcrème Boulevard. Maar ik weer niet meer houden. Allee, ik mocht zelfs geen auditie komen doen. Het was gewoon... Hè. Maar dan voor Gaston's War heb ik wel auditie mogen komen doen. Bij hem in aanwezigheid van Robben. En dat was heel tof, dat was heel plezant. Maar hij zei ook direct van, je bent niet een type die we zoeken. En voor welke rol was dat? Voor de rol van de Bernard de Smet. Ah, voor de hoofdrol. Ja. Maar ik denk dat heel Vlaanderen voor die rol audition heeft gedaan toen. Ja. Maar dat was ik dan wel een beetje... raar. Wat ik dan wel een beetje sneu vond, dat was van, oké, maar er zitten toch nog andere gasten door in het verzet. Of in het leger, of er zijn toch nog... al is het maar voor halt oder ich schieße te zeggen. Maar nee, dat ook niet. Dat ook niet. Maar niet tegenstaande. Heb ik met hem altijd heel goed kunnen lachen en goed kunnen babbelen. Ja. Er is één anekdote ook die ik fantastisch vond. Dat was ik deed vroeger ook persvisies, want ik schreef voor de Dag Allemaal en voor de Joepie. Hetgeen dat nu de Geert Hunarts doet, dat deed ik vroeger. Ach, dat wist ik zelfs niet. Ja. En ik zat zo door de persvisie van Pearl Harbor te zien. En de Robber die kwam altijd op de persvisies en die had altijd zo'n halve schuifzak bij. Zo blikjes cola, zo open doen. Heel veel lawaai, zo halve hamburgers of sosjes zitten te eten. Maar zo echt zo, ik zie van niks eten aantrekken. En met Pearl Harbor was die heel een tijd... Ik vond dat een geweldige film trouwens, Pearl Harbor. Van de weinige mensen die dat vindt. Maar elke keer dat ik zo... Spoiler alert, de Japanen winnen. De Japanen winnen. Elke keer dat er echt een Hollywood momentje in die film kwam, waar dat nogal veel is, van met een streepje Hans Zimmer muziek of zo, dan zei de Robben elke keer van... Alle. Oog onder oog. het kan hem ook niet schillen. Luid op praten in de cinema. Ja, van anderen misschien wel, maar niet van hemzelf. Ja, maar daar zat ook altijd vrij van voor, dus. Ja. Ah ja. Ja, en die had, ja, ik heb dat ook wel meegemaakt, dat hij inderdaad zo een heel zak proviant mee had. Ja, Alex, jij hebt aan de cinema gewerkt, dus jij hebt hem ook tegen. Want hij ging, dat was zo, hij ging veel naar de film, hè? Hij zag alles. Ja, en die keek inderdaad ook naar alle soorten films. Hè? En die was dus ook kind aan huis in de cartoons, waar ik toen werkte. Ja. Ik scheurde daar kaartjes, als zo'n soort bijverdiensten. En ik mocht dan ook filmpjes gaan kijken voor niks en zo. Dat vond ik dan ook altijd tof. Ja. Ik was ook redelijk goed bevriend met die baas van de cartoons toen, een Erik Kloek. Voor de mensen thuis, de man die de leraar Frans speelt in Any Way the Wind Blows van Tom Baarman, dat is die mens. En op een bepaald moment, de Robbe, altijd als hij naar een film kwam kijken, die had altijd zo'n handdoek rond zijn nek hangen. Zo. En toen al soms wel met kruk, maar nog niet altijd. Dan was hij nog met betere gezondheid.
inderdaad zo'n schoofzak. Maar het grappigste was dat hij ook altijd, als ik binnenkwam, als hij binnenkwam en ik scheurde die zijn kaartje, dan gaf hij mij 20 frank. Ja, dat was zo de goede naam van de tijd, dat je zo iemand dat een programma kan uitdeelde, dat je die ook geld gaf. Ja. En dat was echt al niet meer van die tijd, want niemand deed dat nog, maar hij deed dat wel. Hè, had dat beter ook niet gedaan, had hij aan het eind van zijn leven nog wat centen gehad misschien, hè? Ja, ik heb die allemaal opgespaard en ik heb daar mijn eerste huis mee gekocht. Want die kwam veel naar de cinema. Ja, maar in ieder geval, het beste was dat hij altijd twee responsen had. Als hij buiten kwam, vroeg ik altijd aan hem hoe dat de film was. Die kwam altijd naar buiten. Ofwel, als hij rustig wandelde, dan vond hij het goed. Maar dat hij zo wat naar buiten stoof, dan wist hij dat hij het wat crap vond. En ik zei altijd, hey Robin, hoe was de film? En dan zei hij altijd, ofwel deze, oh schoen manneke, schoen. Ofwel zei hij, van den hangt. Van den hangt best. En vandaar dat wij ook zo, dat werd zo onze catchphrase daar ook altijd. Als we het niet oké vonden, was het van den hangt. Ja. Maar ja. Dat, en ook als er avonden waren dat er niet veel volk was in de cartoons, dan ging de Nerik altijd naar mij en dan zei hij, kom, we gaan het nog eens doen. En dan gingen wij met twee in het midden van de straat staan en dan riepen wij, Leo, Leo. En dan zo, oh ja, iedereen komt en je Leo roept. Dat was een klote volk dan. Xander, dus heb jij... eigenlijk vooral mijn Robbe de Hert vooral. Robbe die lief in ieder geval. Ja, heel, ja, ja. Ja, Niel, en, ja. Ik bedoel, oprecht gebeten door film. Hè? Ik bedoel, heb jij hem ooit ontmoet, Xander? Nee, niet rechtstreeks of zo. Maar ja, ik heb ook al mijn kennis over Vlaamse film pas aangescherpt de afgelopen 5 jaar. Ja. En heeft ook al, ervoor, voor die documentaire, had hem ook al wat 20 jaar geen film gemaakt meer of zo, denk ik. Klopt. Maar ik weet nog wel, ik weet dat ik respectvol moet blijven voor de doden en al, maar ik weet, dus Fokke, jij wees mij aan dat dat Rob de Hert was, want ik weet dat ik, in het begin dat ik in Antwerpen woonde, 10 jaar terug, dat ik in de UGC kwam en dat we buiten kwamen van de film, en die zat daar zo uitgesteld aan een van die ronde tafeltjes dat je eruit aan de UGC, met zo 70 bladzijden papier, en zijn krukken en like een heel voorkraam uitgesteld, met zakken en doeken en al. En ik zo zei van, what the fuck is dat? En hij zo, is er op de hert, is de filmregisseur. Ja. Ik denk zelfs dat hij een keer bij Alex in de zaal heeft gezeten ook. Ik meen mij een show te herinneren van Alex in de Arenberg, waar hij ook zat met zo heel zijn bazaar. Ik kwam veel zien ook, hè. Dicht aan het Antwerpse Theater kwam hem ook geregeld zien. En ik kwam ook in het café een koffieke drinken als de voorstelling bezig was. En dan effectief, zo met al zijn papieren en zijn ideeën en zijn nieuwe projecten. Wat allemaal. En dan deed hij dat, omdat dan de mensen waren dan in de zaal. En dan kon hij rustig in een leeg café nadenken en werken, zeggen. Want dan woonde ook niet ver van dicht aan het Antwerpse Theater. Ja. Maar die papieren, dat is echt effectief. Dat is echt zo. Hij was altijd met projecten bezig, hè? Altijd. Ergens had ik zo gehoopt dat die documentaire nooit afgeraakte, dat dan zo... Lekker zo een legendarisch ding werd, like die in Jerry Lewis films, The Day the Clown Cried. Ja. Dat zo, dat je ze voelt van, die is er 20 jaar mee bezig geweest, is er al dingen voor gedraaid, maar niemand weet exact wat dat is. Dat de legende sterft met hem op een of andere manier. Mm-hmm. Ja. Dat is ook een beetje wel, want de documentaire is ook niet echt af, hè. Maar dat ging eerst een... Dat ging eerst een reeks zijn, hè, zelfs voor ATV. Dus een 12-delige reeks. Er zitten toch nog heel veel... gemiste dingen in die documentaire. Geven. Ai, alleen dat. Alleen in die film. En dat. Ja, we gaan het zo over hebben, want ik heb hem echt letterlijk net afgezet. Ik heb hem net uit zitten kijken, die documentaire, dus die zit redelijk vers. Ik heb ooit voor hem gewerkt. Voor Rob de Hert. Ik heb ooit, dus... Zee die zon, zich heeft de enigste Hollander eerst. Die heeft ervoor gewerkt. Ongelooflijk. Hij deed het toilet in de UGC. Ik heb zijn kak op gehad. Nee. Dus... Ik heb die zijn papieren nooit geclasseerd. Nee, dus hij heeft ooit aan Ward Ramakers, een gast waarmee ik platen draaide op de jaren 80 feesten, maar dat was ook de schrijver van het boek Johnny en Marina's en Krapul. En ik denk dat hij een van die boeken gelezen had en die heeft toen aan Ward gevraagd of hij een treatment voor een film kon schrijven. En Ward heeft mij daar toen bij betrokken, omdat ik veel films zag. Op fotografieschool zat of zoiets. En we hebben dan met tweeën een treatment geschreven waar nooit iets mee gebeurd is. The Song and Dance Man. En dat is een verhaal. Wat,
Het grappige is, toen ik dit terugzag, ik heb een boekje van hem teruggevonden over zijn bedrijfje, heette Fugitive Cinema, of tenminste... Dat is een kufke. Ja, ja, dat is een ding van het drinkend hert. Maar dat is een kuifje vanuit het standpunt van de zwarte mensen. Maar goed, het is 25... Dat is zo'n bot in hun nek. een boekje over Fugitive Cinema, het collectief dat hij opgestart had. En dat is uit 1991, toen bestonden ze 25 jaar. En daar wordt project al aangekondigd. The Song and Dance Man wordt aangekondigd als de volgende film voor Patrick Le Bon. Maar Robert Patrick Le Bon ging dat dan zelf doen. En dan hebben Wart en ik die treatment geschreven een paar maanden. En ik wist niet meer precies wanneer het was, maar dat staat hieronder. Antwerpen 15 januari 1998. Dus toen hebben wij het afgeleverd. Dus we hebben dat geschreven in eind 97 hebben we dat geschreven. Dat gaat over rijkswachten die terwijl er een playback show gaande in, een soort feestje tussen de rijkswachten, een playback show gaande is, moeten ze in het gerechtsgebouw bewijsmateriaal weghalen omdat ze betrokken zijn bij een niet schietenachtige bende van Nijvel-achtige van de bende van Nijvel, dat verhaal. Ja, absoluut. Mm-hmm. Het refereert aan de bende van Nijvel. Het gaat over foute rijkswachten die bewijsmateriaal moeten verdonkeren maanden en dat doen terwijl er elders in het politiekantoor een feestje gaande is met een playbackshow. Dus het is lachen en een beetje dingen. Dat was het idee. En we hebben daar toen een treatment voor geschreven van een aantal pagina's. Wat is juist Patrick Le Bon? Die ging dat blijkbaar eerst. Dus dat is al in 91 wouden ze dat al maken. En was Patrick Le Bon toen aan het project verbonden. Wij hebben dit toen daarna voor Robbe geschreven. En daar is nooit iets van gekomen. Hè? Mm-hmm. Dus ja, dat is... Het kan nog altijd. Is dat iemand dat jij kent thuis, Finn? Als die een naam viel, dan reageerde jij direct? Dat is de regisseur van twee van mijn Vlaamse lievelingsfilms van Zaman. Ja. Dat ik de beste film vind die in Vlaanderen ooit gemokt is. En Hellegat, die stond ook in mijn top 5, zeker van beste Vlaamse films aller tijden. En dat is zo'n figuur die... films mokte die niet weer gemokt. Hè? De Zaman, de policier, dat weer niet gemokt. Nee. Dus de volgende is eigenlijk Alzheimer. Hè? Ik bedoel, ja. Sinds Zaman is de volgende pas Alzheimer eigenlijk. En gevoel ook de referenties in Alzheimer naar Zaman heel goed zitten. Ja, ineens is die verdwenen. Ineens heeft hij geen films niet meer gemokt. En ik denk dat hij naar Frankrijk is verhuisd of zo. Maar ook... Hij zit in die documentaire ook van de Schelde. Ja. En dat was zo... Ik vind dat heel, heel raar, heel vreemd. Dat zo'n gast een paar goede films maakt en dan ineens de moed heeft opgegeven om te gaan bedelen voor subsidie. Maar dat is wel een goede segue. Want dat is ook wel hetgeen waar Robben heel erg tegen aanliep. Hè? Tegen niet kunnen financieren, de hele tijd moeilijk hebben met de commissies of het FAF of allerlei andere zaken. Geld krijgen voor een film is overal moeilijk, maar in Vlaanderen was het echt een quest, hè, voor veel mensen. En in die Hollywood aan de Schelde documentaire zegt ook iemand, ik ben vergeten wie, maar die zegt ook dat het FAF eigenlijk vooral zich focust op nieuw talent en het niet het onderhouden van oud talent. Dus dat je dat nieuwe talenten een kans krijgen, hè, zoals die de Adile Belal-achtige mensen. Maar dat de mensen die al 20 jaar films maken, dat die eigenlijk een beetje worden vergeten. En dat gevoel heb je ook wel een beetje. Als je maar zijn jullie into Vlaamse films? Alex, ben jij into Vlaamse films? Om eerlijk te zijn, de laatste jaren probeer ik dat meer te doen. Vroeger deed ik dat niet. Maar dat kwam van thuis uit eigenlijk. Het was nooit dat ik er een probleem mee had. Want ik heb bijvoorbeeld wel een film van hem, waar we het misschien straks wel over hebben, Blueberry Hill, heb ik wel op tv gezien als ik jong was. Ja. Maar niet in de cinema? Niet in de cinema, nee. Ik heb dat niet in de cinema gezien. Ik ging eigenlijk nooit Nederlandstalige dingen in de cinema zien. Ik heb dat de ene keer wel gedaan, dat was met school. En dat is de enige film van de Robbe dat ik ooit in de cinema gezien heb. Dat was de Zware Jongens. Dat zijn wij met een schoolvoorstelling gaan bekijken. En dat was natuurlijk keiplezant, want dat was Gaston en Leo en dat was lachen. Hè? Ja. Dus je wordt al blij als je met school zoiets kreeg, dat al niet was van, oh, we moeten weer naar een of ander...
Weet je, hè, want dat ga je dan meestal ook in de cartoons of zo zien. En dan kom je er terecht bij zo een of ander Boliviaans drama. Zo, wat u totaal geen hol interesseert wanneer je jong zit. Hè. Dan later kun je dan beseffen dat je misschien wel een goede film gezien hebt. Maar op die leeftijd was dat boring as hell. Maar, ja, ja. Maar ik kreeg niet veel Vlaams mee van thuis ook niet. Mijn vader was heel anglofiel ook. Dus, maar echt anglofiel. Dus als in... Als er nog maar een Vlaams woord in voorkwam, werd dat weggezapt bij ons thuis. Maar heb je dat Zaman ook nooit niet gezien? Nee, ik heb dat nooit gezien. Nee, nog altijd dus... niet? Nee, nog altijd niet. Nee, dat zijn echt letterlijk... En allee, dat moet ik ook volledig toegeven. Dat zijn gaten in mijn cultuur. Dat zijn ook dingen waar ik pas meer van op de hoogte ben. Nadat ik ja, gewoon wat ouder geworden ben. Mensen heb leren kennen. Ook gelijk Gijs vind. Hè, dat je mensen kent die dat acteren. Dat je ook ineens ja, die Adil en Bilal doet, toen die bij ons kwamen zitten in de podcast, ben ik die hun films allemaal gaan bekijken. Omdat ik zoiets had van, ik wil ook weten wat die maken en zo. Dus, mm-hmm. dus Runskop heb ik bijvoorbeeld ook wel gezien. Hè, zoals je merkt van Erik van Looijen films, probeer ik ook altijd wel te zien. Dus het is niet dat ik een probleem heb met Vlaamse films, hè, alles behalve. Maar dat zit altijd een beetje onder mijn radar voor een of andere reden. Ja, Xander, ja, jij hebt de laatste 5 jaar Vlaamse films moeten kijken, want dat was deel van je voorstelling. Ja, ik heb een inhaalbeweging gedaan. Laten we zeggen dat ik ervoor niet veel Vlaamse films gezien heb. Ik ga nooit zeggen dat ik ze haten of zo. Ik heb ze gewoon nooit gezien. Daar komt het voornamelijk op neer. Ik kan het als eerlijk zijn, tot op vandaag heb ik de zaak Alzheimer nog altijd niet gezien, of de Vlaamse Loft. Dus... Ja, weet je, inhaalbeweging heb ik gedaan, maar in die 5 jaar tijd ben ik wel tot een appreciatie gekomen en een inzicht gekomen wat een goede Vlaamse film kan zijn, wat een goede acteerprestatie kan zijn van een Vlaamse acteur. Omdat ik ook een beetje in die bubbel liep van alle Vlaamse films hebben dezelfde 7 Vlaamse acteurs. En dat, op een bepaald jaar kan dat al een keer uitkomen, maar je weet wel wat een goede prestatie is van die kerels en wat niet. Ik ben gegaan van... Koen de Bouw zit in alles, naar... Oké, nu heb ik wel door op een klassenbak dat Koen de Bouw is, en wat hij wel of niet kan. Met een goed of een slecht script, natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, zeker op de hert, als het voor de nillies is, dan ben ik helemaal een beetje verloren. Dus dan moest ik zeker een inhaalbeweging doen. Heb ik gedaan vorig jaar, omdat hem in de show zat, met die documentaire, natuurlijk. Ja, ja. Het is ook zo, ja, het is ook inderdaad zo, dat Vlaamse film ook heel vaak ofwel te populistisch is... Ofwel te left field. He, dat is, populair, dat is pas... hè? Populair. Populistisch. Ja, ik bedoel, ja, populair, maar of, aan de platte kant. Hè? Dus, ja. Mijn running joke was altijd: het is altijd marginaal in de miserie. Ja, dat is de andere kant. Ja, dat zijn de Walen vooral. Dat zijn meer de Walen dan de Vlamingen. Ja, maar vroeger was dat ook. Allee, de Dardenne-broers en al. Voor Zaman was dat ook zo. Ja. Mijn leraar fotografie heeft De Vlasgaard geregisseerd. Ja. Dus een van mijn leraren fotografie heeft... En inderdaad, toen ik naar Antwerpen kwam, dus begin jaren 90, dan was de indruk van Vlaamse film, dat zijn allemaal boeren-eposen. Ja. Letterlijk boerenpsalm, De Vlasgaard, De Loteling... Het gezin van Pamel. Het gezin van Pamel. Allemaal van die, my god, doe je klompen aan en ren hem weg, vieze meid. Dat soort dingen. Als je ze ontsteekt, dan trouwt ze ermee. Dat is wel, als je dat nu terugziet, dat is een momentopname van enerzijds hoe men toen Vlaamse films maakte. Hè, en anderzijds zijn dat wel allemaal boeken die je niet wilt lezen, die je wel als film kunt zien. Ja, en boeken die belangrijk zijn voor ons literair verleden. Maar wie gaat dat nog lezen? Nee, je ziet die film. En dat vind ik dat wel interessant. Dat heb ik bij Lord of the Rings ook wel een beetje. Dus... Ja, pas op. Pas op, die film is langer dan het boek leest. Van de wereld. Hè? Pas op, die Hobbit-films duren wel langer dan dat je die een boek leest. Ja, dus dat is waar, dat is echt. Hey, vrienden, ik heb vorige week ook met Jan Verheijen over Vlaamse cinema gesproken. Ik heb ook eventjes met Jan Verheijen gesproken. Waarom kon hij er niet bij zijn? Omdat wij bij 4 zijn. Nee, je moest vroeg gaan slapen, onze Jan. Je moest vroeg gaan slapen. Die is letterlijk Rob de Hert had begraven, denk ik. die was een van de intiemen die erbij mocht zijn. Hè? Ja, want de begrafenis was afgelopen vrijdag en het was inderdaad voor Intimi. En er zou in de Roma komt er een soort eerbetoon aan hem, zodra dit corona het toelaat. Ze gaan hem uitstrooien op een stoel van de UGC, dat schijnt.
hebben een handdoekje op, hè. Ik wil er een hoop papier verspreiden in die... Dus we gaan nu eventjes kijken en luisteren naar mijn gesprekje met Jan Verheijen. Dat duurt ongeveer 20 minuten. En dan komen we terug naar hier. En dan gaan we het hebben over zijn films. Dus nu komt Jan Verheijen. Het is vandaag donderdag 27 augustus. En ik zit hier via Skype tegenover Jan Verheijen. Welkom, Jan. Dag Fokke, dankjewel. We hebben elkaar al een paar keer ontmoet, nog niet zo heel vaak. Maar ik moest wel aan jou denken, sinds nu Rob de Hert overleden is, moest ik wel ook even aan jou denken. Want ik ga ervan uit dat jij hem goed kende en dat je ook wel echt bevriend was met hem. Dat klopt, ja. Dus ja, ik heb niet het gevoel dat het een zeer plotse, onverwachte dood is. Maar het is toch heftig, hè? Ja, tuurlijk. Onverwacht kan je het inderdaad niet noemen. Robben sukkelt al eigenlijk zijn hele leven. Enfin, al lang met zijn gezondheid. Ja. Het is allemaal begonnen. Je kent ongetwijfeld het verhaal. Het vak dat Robben het langst heeft uitgeoefend voor hij definitief voor de lokroep van de cinema is bezweken, was godbetert matroos op de lange omvaart. En in een of andere haven, ik herinner me niet meer op welk continent het precies was, is hij ongelukkig ten val gekomen. Ik vermoed na een dronken naar een kroegentocht in de plaatselijke haven, maar dat was ik er misschien zelf bij. Heeft toen zijn voet gebroken en dat is heel slecht verzorgd en niet opgevolgd. Dus daar had hij al vrij snel, toen ik hem leerde kennen, al last van. En dat is alleen maar erger geworden. En daar zijn dan nog allerlei dingen, diabetes, van alles en nog wat bijgekomen. En de laatste... Ja, jaren, het laatste decennium zelf, zijn al die dingen gecumuleerd. Was het inderdaad een aflopend verhaal. Ja, ja, wat ik zo bijzonder aan die man vond, ik heb hem ook ontmoet. Ik heb er heel korte tijd eventjes mee samengewerkt, dat op niks is uitgedraaid, maar het was wel zeer bijzonder. Dat was in de jaren midden jaren 90. Ja. Of ja, eind jaren 90. Ja, dat het nog altijd een filmnerd was. Dat hij vertelde over dat hij als kind, of ja, als jongvolwassene, met de boot naar Engeland ging om in Londen alleen een stuk films te gaan kijken. En dat is niet gestopt. Die had alles ook gezien. Ja, en dat is dat, in wat dat betreft, we zijn het over veel dingen ook oneens geweest, maar daarin was hij mijn soulmate. Het is ook geen toeval dat van de generaties die na hem zijn gekomen, Erik van Looy en ikzelf nog regelmatig met hem zijn gaan eten, omdat Erik en ik natuurlijk ook het prototype zijn van de filmnerd. Yes, die ook alles zien en daarin herkenden wij in Robbe onze meester wel. Want hij zag ook echt letterlijk alles. Ik kwam onlangs iemand tegen en die had in zijn studententijd een job als kassier bij de UGC-cinema's en die zei, Robbe kwam daar 4-5 keer per week, die zag letterlijk alle nieuwe films die uitkwamen. Ja. En hij had ook een enorme verzameling van VHS-cassettes nog en DVD's. Dus het is absoluut waar. En dat is wat mij aan... Je kan van alles vertellen over Robbe. En dat zijn niet allemaal even vrolijke of positieve dingen. Maar Robbe, de grote liefde, de grote passie... En al de rest kwam eigenlijk op de tweede plaats. Alle vrouwen, kinderen, zakenpartners en noem maar op, hebben zich altijd tevreden moeten stellen met de tweede plaats. Cinema kwam voor Robbe op de eerste plaats. Ja. Die man stond op met cinema, ging slapen met cinema en had overdag ook zelden andere gedachten dan over cinema. Ja. Misschien wel wat onkuise gedachten, dat wil ik in het midden laten. Maar nee, dus het is absoluut... er is zo'n... je weet dat er zo'n... gezegde bestaat, een mens die sterft is een museum dat afbrandt. En, en ik moest toen ik vorige vrijdag afscheid ben gaan nemen van Robbe, op zijn ziekbed, sterfbed eigenlijk, stapte ik buiten en dat schoot door mijn hoofd. En ik dacht dan, als Robbe sterft, dan is het geen museum dat afbrandt, maar een cinematheek. Ja. Er gaat echt een levende... cinematheek verdwijnt. Ja. Met al zijn herinneringen en al zijn anekdotes en al zijn verhalen. Ja,
Ja, en inderdaad, dat vond ik ook, dat boeide mij verschrikkelijk, omdat ik zelf ook, ik ben ook een filmnerd, maar die man, ja, die zag alles en had ook overal een mening over. En inderdaad, van obscure hele arthouse toestanden tot flauwekul. Alex heeft lang in de cartoons en in de Calypso aan de kassa gezeten. En die zei ook, ja, die passeerde dagelijks, hè. Die kwam daar tot... En hij had ook, ik denk van de UGC, had hem ook een pasje dat hem daar altijd gratis binnen mocht. Ja, ik denk dat hij dat ook had, want hij is, dat is ondertussen ook al een tijd geleden, maar hij was Peter van de Kinepolis die openging dan in Antwerpen. Dus daar had hij ook een pasje. Maar daar kwam hij omdat hij zo slechte been was. Ja, hij raakte daar dan zelf. Nee, maar hij zag alles. En hij had ook, vond ik dan... Maar dat is dan omdat ik het daarover wel met hem eens was. Ja. Hij had doorgaans ook een zeer goede bullshit detector. Hij was een van de eersten die tegen de smaakpolitie in luid durfde te verkondigen dat die Lars von Trier met name eigenlijk toch een keizer zonder kleren was. Ja, oh, zalig, ik vind dat ook. Dan heb je mijn onvoorwaardelijke sympathie. Ja, die van mij ook. Ja, zonder twijfel. Ik vind dat, ja, ik ben het daar 100% mee eens. Ik vind dat heel pretentieus en niet per se heel goed daardoor. Nu, en ik heb een heel grote hekel aan Björk, dus alles met Björk is wat mij betreft shit. Maar dat is een ander. Ja. Weet jij wat zijn, want ik ga ervan uit dat je er al keiveel over gebabbeld hebt, dus ik probeer een klein beetje wat andere vragen te stellen. Ik weet niet of dat lukt. Weet je wat zijn favoriete film was? Wat hij echt zijn go-to film was? Goh, ik denk dat hij zag heel veel dingen. Als je zoveel ziet en je houdt zo van dat medium, dan heb je, denk ik, heel veel lievelingsfilms. Dat is een vraag die mij ook wel eens wordt gesteld en ik vind dat echt een kutvraag. Sorry. Ah, ja. Nee, maar omdat je daar zo moeilijk op kan antwoorden. Ik dat hangt ook af van tijd tot tijd. Voilà. Hè? Ja. Dat varieert ook. Soms, dat zal je zelf ook wel al meegemaakt hebben en dat zal iedere filmliefhebber wel meegemaakt hebben. Soms zie je een film terug waar je als 15, 16, 17 jaar helemaal kapot van was. En nu, je schaamt je dood als je dat terugziet. Omdat dan destijds de strengste scherprechter is voor elke film. Dat is nu eenmaal zo. Veel films zijn kinderen van hun tijd. Dus ook voor Robben zal dat zo geweest zijn. Robben is natuurlijk wel, als je spreekt over invloeden dan, hij zag dus alles, maar hij is toch heel erg beïnvloed en gestuurd door de Engelse angry young man cinema uit de midden late jaren 60. Hij is trouwens ook, en ik denk dat voor hem ontzettend belangrijk is geweest. Hij wou eerst acteur worden, dat weet je. Hij zag zichzelf echt als een leading man, als de Vlaamse James Dean. En hij had al vrij snel door, ja, de Vlaamse James Dean, daar is eigenlijk zeer weinig vraag naar, omdat er ook in Vlaanderen zeer weinig films werden gemaakt. En hij is toen naar Engeland gegaan en heeft daar contact gezocht met de boegbeelden toen van die nieuwe beweging, dat nieuwe Engelse realisme met mensen als Lindsay Anderson van If. Dat vond hij een geweldige film. If met Malcolm McDowell. Dat is ook, van Lindsay vond ik ook Anderson. Echt heel goed. Ja. En daar heeft hij dus, heeft daar ook echt een tijdje rondgehangen tot die Lindsay Anderson tegen hem heeft gezegd, en dat is iets wat hij trouwens ook in verschillende interviews heeft herhaald. Lindsay Anderson heeft het toen gezegd van, in het Engels zal dat toen ook een twijfel geweest zijn. Robbe, kijk, als je hier blijft, dan ben je één van de 1000. Als je terug naar België gaat, dan ben je daar misschien één van de 5. En dat heeft Robbe ter harte genomen. Hij is dan teruggekomen. Hij heeft dan... wat gespeeld. Hij had eigenlijk een hoofdrol in De Vijanden. Met als tegenspeler denk ik zelfs Fons Rademakers. Ook niet echt een acteur, ook een acteur-regisseur. Ja. De Vijanden van Hugo Claes. De Aanslag, hè? Is dat niet Fons Rademakers? De Aanslag, Oscar. Ja. Oscar, eerste Nederlandse Oscar in 1987 voor Fons Rademakers, De Aanslag. En daarin is hij zo slecht, Robbe. Enfin, dus hij vertelde ook altijd met smaak de anekdote dat hij ooit op straat door een wild vreemde man werd, want er was ook een geweldige flop dan, De Vijanden, en hij werd door een wild vreemde man op straat tegengehouden en die man priemde heel kwaad met zijn vinger in de borstkas van Robben. Gij zijt verantwoordelijk voor het floppen van De Vijanden, zo slecht dat jij daarin gaat. En Rob heeft dan eigenlijk moeten toegeven, die mens had gelijk. Ja. En hij heeft nadien eigenlijk ook nooit meer geacteerd en hij is zich dan gaan herhalen. Een lange rol vergeet je hier wel, Jan. Zijn cameo in Flodder.
Ja, oké, okay. Hij deed nog wel cameo's. Ja, ook in zijn ja vond ik toch een belangrijke rol, hoor. Ja, oké, okay, goed. Okay. Die heb je, die win je. Maar heeft dat nadien, ja, hij is zich dan gaan ja, herscholen, ook niet eens. Want Robbe, dat maakte hem voor mij dan, naast al die andere elementen, ook heel sympathiek. Robbe was een self-made man. Robbe heeft nooit een filmschool van binnen gezien. Zelfs volgens mij nooit van buiten. Dus hij is gewoon begonnen. Nu, toen kon dat, in die pioniersjaren van de jaren 70, 80, kon dat. Er zijn wel meer mensen het filmvak binnengesukkeld via allerlei omwegen. Er zit er ook een voor je. Dus dat, en ja, heeft dat dan met vallen en opstaan geleerd. In eerste instantie, als je kijkt naar de films die hij dan met Fugitive Cinema maakte, dat was echt... Robbe was een man van de barricades. Hè. Robbe stond zeer links van het centrum. Ja, dus absoluut. Die eerste films, dat waren dan zeer militante documentaires. Dood. Ik heb daar dit van teruggevonden in mijn kast. Ja. Dus zijn bedrijf heette Fugitive Cinema. Fugitive Cinema. En dat was inderdaad, dat was deels cinema en deels links... Engagement. En je zag dat, en het is eigenlijk wel heel straf, want een van de eerste en de meest bekende documentaires / reportages eigenlijk van Fugitive Cinema was Dood van een Sandwichman. Vroege jaren 70, en dat was toen al, 1970, hè, 50 jaar geleden, een aanklacht tegen de commerciële greep op het wielergebeuren. En dat ging over de dood van een jonge, veelbelovende renner, Gempi Montserrat, die verongelukt is. En dat had eigenlijk nooit mogen gebeuren. En dat was dus... Hè, en wielrenners zijn sandwichmen, omdat die vol publiciteit staan. Dood van een sandwichman. En dat was een van de films waar ze een naam mee hebben gemaakt. De tweede was dan SOS Fonske. En Fonske was een man, een beetje een sukkelaar, zoals men dat dan zegt. En die werd dan gevolgd terwijl hij door een deurwaarder uit zijn huis werd gezet. Ja. En dat zijn de twee films die eigenlijk een beetje symbool staan, zeg maar, voor Fugitive. Robbe heeft dan op een bepaald moment wel ontdekt van engagement, dat is allemaal goed en wel, maar het naïeve idee dat die generatie had, daar gaan we de wereld mee veranderen en verbeteren, dat had hij ook vrij snel door. En dan is hij tot de conclusie gekomen, ik denk dat hij dat ooit tegen Erik heeft gezegd, of ook in een interview, ik wil er vanaf zijn. Mijn films zijn 90% engagement en 10% cinema. Ik denk dat ik dat moet omswitchen. En toen is hij dus inderdaad... is hij films gaan maken voor een groot publiek, waar hij dan vaak toch een zeker engagement in smokkelde. En daarom heb ik ook altijd gezegd, voor mij de belangrijkste film van Robbe, waarin die twee ook echt mooi samenkomen, is De Witte. Zijn remake van De Witte van Sichem, voilà, 1980, komt ongeveer elk jaar opnieuw op de televisie. Niet omdat ze bij de VRT dan denken, oh, we moeten De Witte nog eens vertonen, maar omdat... Dat is het van het origineel van... Jan van der Heijden is de regisseur. Jan van der Heijden, hè, ja. Producenten. Ja. 1930 of 1933, de eerste Vlaamse langspeelfilm. En dat is toen in 1980 door Robbe opnieuw gemaakt. En dat blijft zelfs vandaag een verrassend frisse film. We hadden het net over de tand des tijds wel. Ja. Dat was al een redelijk gebruikt kunstgebit dat op De Witte van Sichem is losgelaten. Want dat valt geweldig mee. Dat is een iets tragere vertelstijl dan we nu gewoon zijn. Maar dat blijft een charmante film met dus die coda die Robbe eraan heeft toegevoegd. Waardoor hij eigenlijk op een briljante manier de link legde met nu, enfin nu 1980. Ja. Dus dat was een van die films waarin die twee aspecten van Robbe zeer mooi zijn samengekomen. Is dat ook jouw favoriete film van hem? Of heb je een voorliefde voor nog een andere van zijn films? Goh, ik denk dat De Witte van Sichem mijn favoriete film is. Ik heb zelf de allereerste film die Mark Punt en ik met Independent hebben geproduceerd, was Blueberry Hill. Ook van Robbe de Herk. En dat was tot voor kort mijn... Ja, voilà, daar heb je hem. En dat is even... Daar komt hij weer, de tand des tijds. Dat was tot voor kort mijn favoriete Robbe de Herk film, maar ik heb die toevallig deze zomer teruggezien met mijn dochter van 14. Ja, ja. En die heeft echt heel de tijd met haar ogen zitten rollen en die heeft het na een half uur ook echt opgegeven. En ik moet toegeven dat die film, ja toch, ook voor mij, ik zat daar naar te kijken, een beetje geschokt van, ja, dat was toch niet meer hetzelfde dan toen. Nee. Heel merkwaardig, heel merkwaardig. Ja. Blijft
heeft een zekere charme. Het is ook verbluffend wie daar allemaal in zit. Allemaal heel jonge acteurs. Who's who van daarna, ja, inderdaad. Ja, dus, dus in die zin is het nog wel interessant, maar ik moet toegeven dat die film, los van een soort nostalgische charme dan voor mij, duidelijk op mijn dochter van 14, die toch ja, een affiniteit zou moeten hebben met dat onderwerp. Want het gaat over de humaniora en school en schoolmoeheid. En wat moet ik met mijn leven gaan doen? En ja, dat zij had, ja, dat zij kwam daar totaal niet in. Dus ja, dat was pijnlijk dan op dat moment. Ja. Ja, ik heb een voorliefde voor lijm in het been. En ik vind ook dat dat visueel zijn mooiste film is. Ik heb die eigenlijk alleen maar gezien toen die is uitgekomen. Dat was lang geleden, 2000. Ja, ik moet ook zeggen dat dat ook wel al dus, misschien 10 jaar geleden is, hoor, dat ik die nog eens gezien heb. Die zou ik opnieuw moeten zien, maar dat is inderdaad, die is in de tijd nog wel goed ontvangen. En ik vond ook, als we het dan over zijn langspeelfilms hebben, Gaston's War een beetje onderschat. Dat is natuurlijk, voilà. Ja. Dat is een film die natuurlijk te ambitieus is voor wat in Vlaanderen kan, dus die blijft een beetje onder het gebrek aan middelen, maar heeft wel een goed verhaal. Dat waargebeurde verhaal van die verzetsheld vind ik wel een goed verhaal. Absoluut, en ik vind het ook niet slecht gespeeld, veel goed gedaan, maar ik onthoud daar vooral van dat er een scène is met een trein waarin je de trein niet ziet. Ja, maar omdat er gewoon geen geld was natuurlijk, maar dat heeft toen, is dat in mijn leven ingeprent. Ja, het laatste waar ik dan nog over, een beetje over wil hebben is, het is natuurlijk wel prettig, ja, een mooie gedachte dat het project waar hij nog mee bezig was, dat dat wel is afgerond. Ja, ja. De DVD staat toch wel zeker, een zekere Jan Verheijen prominent in beeld. Ja, ja. Hollywood aan de Schelde, een documentaire over Vlaamse cinema. Ja, zalig dat zijn liefde voor cinema dus het rond is. En dat die film er ook is gekomen uiteindelijk. Niet alleen de film trouwens, Fokke, maar het boek. Hollywood aan de Schelde. En beide vind ik oprecht. En het is natuurlijk, ja goed, ik heb die periode deels meegemaakt. Dus dat maakt mij misschien een gekleurd, mijn mening wat gekleurd. Maar ik niet alleen, veel mensen uit zijn omgeving waren prettig verrast dat die film en dat boek verrassend gestructureerd zijn. En eigenlijk een vrij volledig overzicht bieden van die wonderlijke pioniersjaren van de Vlaamse film. Tot eigenlijk tot begin deze eeuw. En ik was blij en opgelucht dat Robbe dat nog heeft kunnen afwerken. Ja. Ja. En heeft natuurlijk een aantal mensen om zich heen gehad die daar ook heel hard aan gewerkt hebben. Heel hard aan gewerkt hebben, ja, absoluut. Ja. Maar ik denk dat ik herinner me nog de première van de film in Oostende. En ja, Robbe straalde toen ook wel uit van, ja, want dat is me godverdomme toch ook. Ik denk dat is dat niet begonnen als een tv-reeks voor ATV of zoiets? Ja. Ja. En dan heeft hij ook weer geprobeerd om daar de VRT voor geïnteresseerd te krijgen. En dat werd dan weer de gebruikelijke leidersweg van financiering. En heropstarten en dan weer stilvallen door gebrek aan middelen. En dan natuurlijk ook, ja, daar moeten we niet flauw over doen. Robbe is een onwaarschijnlijke chaot. Ik weet niet of je die foto gezien hebt deze week van zijn kantoor in de Klapij. Ja, dat doet mij denken aan die foto's van huizen in Florida nadat er een orkaan is gepasseerd. Dus ging er maar aan, denk ik, dan, om dat even te gaan archiveren. Dus en nu dat moet was iemand dat gaan archiveren, natuurlijk. Dus maar absoluut iedereen die ook maar enige interesse heeft in de Vlaamse cinema en van waar we komen, ja, kan ik dat alleen maar aanbevelen. Zowel het boek, meer misschien nog het boek dan de film. Ja, ik hou ook wel. Want ik ben voor de eerste keer in Antwerpen in de cinema geweest in de jaren 80 al. Mijn ouders pakten mij dan mee. Ik heb daar Beverly Hills Cop en de Octopus hier gezien. En alles van daarvoor, daar kende ik weinig van. Dus dat heb ik echt geleerd door die film. En ik ben inderdaad door dat boek aan het lezen. Dus de beginperiode. En ja, ik vind die Baron Heijlen, maar daar vind je heel weinig over. Ik vind die Baron Heijlen een fantastisch intrigerende personage. Daar zijn ook toch al heel veel ideeën over films over die man of zo, hè? Ik denk, dat zie ik niet gebeuren. Dat is natuurlijk de Baron Heijlen, hè, dus de eigenaar eigenlijk van alle Antwerpse centrumbioscopen. Ja. Die dus met de komst, die dus eigenlijk de trein van de modernisering en de multiplexen heeft gemist. En dus in 93 of 94 dan heel triest failliet is gegaan.
ja. Voor alle duidelijkheid, was een buitengewoon onaangename man. Dat schijnt, ja. Ja, ja. Werd door zijn concurrenten de Smiling Cobra genoemd, om je maar een idee te geven. Maar het was wel zo, in die jaren, laat ons zeggen, vanaf midden jaren 60 tot een stuk in de jaren 80, had je zoiets als Antwerpen Kinemastad, met een K. En als je dan over de Keizerlei liep, had je al die enorme bioscoopzalen met die prachtige, geschilderde kant. Dat vind ik zo mooi. Er zijn zo weinig foto's van. Je vindt daar op het internet niks foto's van. Dat vond ik vond dat verschrikkelijk indrukwekkend. Ja, ja, en dat is ook mij heeft dat als tiener. Ik ging dan inderdaad, en dan was er zo'n straat, waar een hele gevel, dat was dan de zijgevel van een van die zalen van de senior, denk ik, vroeger de atelier. Ja. En daar gingen dan van die glazen vitrinekasten en daar zag je dan de affiches en de foto's van de films die nog gingen uitkomen als kind, enfin, als tiener. Dat vond ik vond dat geweldig. En de hele sfeer op zo'n zaterdagavond bruiste, dat is wel zo. Absoluut. Maar de waarheid gebiedt natuurlijk ook te zeggen dat naarmate dan de Kinepolissen er kwamen, heel dat zalenpark, ja, technisch gedateerd was. Dat was niet meer... Ja, aan de andere kant, dat was wel allemaal ook op loopafstand. Dus het was eigenlijk een soort van dorp, een cinemadorp. En ja. Er waren zalen waar nog een doek open ging. Oh ja, ijspralines in de dingen. Ja, oké, ik ben best oud ook, hoor. Dus, ja, duidelijk. Ik vond dat... Duidelijk. Ja, met oeuvreuses. Oeuvreuses. Met zo'n zaklamp. En die hadden dan zo'n programmaboekje, de AUB. En dat is absoluut, dat is een zeer levendige herinnering, waar ik trouwens het zelf vrij uitgebreid over heb. Ik heb zeer uitgebreid geput uit de illustraties uit de AUB voor mijn boek, dat dit najaar verschijnt. En dat voor een stuk gaat over die periode, de jaren... Vooral dan de jaren 70 en wat er toen in de cinema allemaal kon. En daar zitten ook een aantal herinneringen in aan die... Ja, want even voor de duidelijkheid. Je hebt een boek gemaakt wat 22 oktober uitkomt. Ja, dat heet Alle remmen los. Ja. De seks, sadisme en swastika's. Wat ik toch echt... Sorry, ik vind dat een toptitel. Dat is een top. Dat allitereert. En het, ja. Ja, je hebt alles wordt... Het vat het ook echt goed samen. En dat gaat inderdaad over wat er toen in de bioscoop allemaal kon in de jaren 70. Dat is ongelooflijk. En dat was... En veel van die films heb ik gezien in dan de B-zalen van het Antwerpse cinema-imperium. De Savoie en de Capitol en de Metro. Ja. Dus ja, dat... Al die dat... namen, fantastisch. Ik zou heel graag over dat boek, als het uitkomt, nog eens iets langer met jou daarover praten, want dat boeit mij ook verschrikkelijk. En ik ga met veel plezier dat boek ook lezen. En dat wil ik graag met jou nog eens een podcast doen als je dat ziet zitten. Bij leven en welzijn, graag. Ja, en misschien dat we dan elkaar, als het mag van de overheid, graag face-to-face kunnen ontmoeten. Jan Vrijen, enorm bedankt voor het gesprek. Het was zeer aangenaam en bedankt om iets over Robert te willen delen. Ik ben heel blij dat ik deze week, weliswaar naar al een trieste aanleiding, maar ik ben heel blij dat ik toch nog eens duidelijk heb kunnen maken hier en daar hoe belangrijk Robert eigenlijk geweest is in die hele volwassenwording van de Vlaamse film. Dus ook jij bedankt daarvoor. Oké, met veel plezier gedaan. En we zijn terug. Jongen, die Jan toch, hè? Hij kan het ook vertellen, maar het is niemand anders. Wat moeten we nog zeggen? Ja. Eigenlijk kunnen we beter gewoon stoppen. Het was plezant. Man, ik ben blij dat ik al nog eens zien. Jan had het ook over zijn... over dat Robbe aanvankelijk acteur wou worden. Ja. En hij heeft in een film van Hugo Claus gespeeld. Die heet De Vijanden. Ja. Knap het juist, hè, joh? Knapper man, een beetje de Theo Maassen van toen, vind ik. Een beetje... Knapper als Theo Maassen. Toch wel. Theo is toch ook geen lelijke, vind ik. Theo, knapper. Ik vind datzelfde... Ik vind dat toch iets minder Neandertalers, Robert de Heerse. Dat is juist de overeenkomst, vind ik. Maar, dus er is een film van Hugo Claus, die heet De Vijanden. En ik zocht die op bol.com. En die was €10. En ik dacht van, alright, die betaal, die koop ik. Maar toen zag ik ook onderdeel van het box... van €40 met 10 Vlaamse films in. En, maar dat was deel 2. En toen heb ik gezien, dat zijn eigenlijk 4 delen van €40. Dat is wel veel geld. Maar al die 40 films zitten ook in een box
40 Vlaamse films. Dus dan heb ik je. Dus ik ging alle... de vijanden kopen en nu heb ik een box met 40 Vlaamse films. Ad Fundum zit er niet in, hè? Ad Fundum zit er niet in. Nee. Alzheimer wel. Het is één keer die Hugo Claus film en 39 keer De Loft. Ja. In alle talen waarin hem verfilmd is geweest. Het is 40 Vlaamse filmklassiekers. Ik heb hem op bol.com gevonden voor €75. Dus ik ben toch €65 in het zak gezet natuurlijk. Maar goed, whatever. Ik heb De Vijanden. En Zaman staat hier ook op. Leeuw van Vlaanderen. Boer op Salm inderdaad. Bende van Pamel. De gezin van Pamel. Bende van Pamel. Bende van Pamel. Verschrikkelijk. Die film waar... Wacht, die staat hier ook tussen? Akira Kurosawa's Love to. Vraag van Jan Verheijen in jouw quiz, Xander. Wildschut zit, staat er ook op. Oh, goed. Wildschut is Wildschut, topfilm. Crazy Love. Dus heel veel Alzheimer. Voilà, heel veel bekende films. Helle gaat erbij? Denk het wel. Ah, die moet ik zien. Ja, Helle gaat staat er ook bij. En ik heb dus De Vijanden... Zaman zit er ook op. Oké, misschien moet ik dat dan eens kopen. Dan neem ik je, kan ik je ineens allemaal die steen. Al die rommel in één keer. Kijk, €75 voor 40 films is niet super duur. Nee. Ja, die is €99 intussen. Verdomme. Ja, ja, ik heb de prijs opgedreven. Ja, jij zit hier het ene dat dat gekocht heeft. Ja. Je kunt, als je zo kijkt bij bol.com, tweedehands kun je hem gekocht. Ah, maar, dus, maar daar heb ik dus De Vijanden. Ik heb daarnaar gekeken. En hij is beter als regisseur. Laten we het zo zeggen. Het is echt, het is helemaal niks, die film. Dat is saai. Het heeft nauwelijks narratief. Het is in zwart-wit gedraaid. Hugo Claus. Een Tweede Wereldoorlog verhaal. En ik vond het... ik heb het niet helemaal uitgekeken. Ik kreeg het niet voor elkaar. Maar ja, het is met een Engels acteur en een Duits. En een Duitser en een Engelsman zitten samen ergens naartoe. Het is bijna het begin van de mop. Er komt een Engelsman en een Hollander komen binnen in een café. Ja, dat is het. Een beetje. Dus dat was mijn eerste ding wat ik gekeken heb. Van, goed, en we gaan ze nu gewoon zijn films eventjes doorlopen. Beginnend met zijn... Ja, ik denk dat het ongeveer zijn debuut... Niet helemaal zijn debuut, maar ik denk dat die andere kortfilms waren. Dat zijn eerste langfilmdebuut De Witte is. De remake van blijkbaar de eerste... film, Vlaamse film ooit, blijkbaar. Nantbuil! Dat is toch Nantbuil, hè, toch? Die nee, juist niet. Die speelt zijn maatje, want die was niet blond genoeg. Ja, dus, Jeff Bennings. Dus Edith Kiele en Jan van der Heijden hebben in 1934 De Witte van Ziegem uitgebracht. En dit is de Robin de Hert remake van 1980. Ja. Dat is... Om het wat kort samen te vatten, het is A Problem Child in 1903, is het. Ja. Okay. Ik heb niet echt iets met kinderen, dus dit is geen film voor mij. Hebben jullie hem gezien? Wie heeft hem gezien? Ik, meerdere keren al. Meerdere keren? Okay. Ja, ik vind dat het best zo'n een film dat op tv is. Ik blijf erin zien. Dat is voor mij zo'n beetje een Vlaamse... Godfather, ik kan die niet afzetten als die opstaat en ik zap en die, want één keer per jaar geven ze die een, trouwens het weekend voordat hij gestorven is, hebben ze die gegeven, of de dag of twee dagen ervoor zelfs, en dan ik blijf erin kijken omdat ik het plezant vind om te zien van oh, die en oh, Paul-Emile van Rooyen, oh, hier daar, die acteur, maar ook ik vind dat toch een heel tof tijdsbeeld dat daar geschetst wordt. Dat is het eerste wat mij opvalt. Met bewegende beelden zo. Het is, wat ik algemeen gezegd over de films van Robin de Hert, is het vooral leuk dat je cameo's krijgt van heel veel mensen die later nog iets zijn of worden of whatever. Dat er heel veel, ze spelen ook vaak in het verleden af, zijn films. Bijna allemaal, op zware jongens na. En ze missen allemaal een echte narratief. Bijna allemaal. En dat heeft deze ook. Het is een aaneenschakeling van anekdotes. Ja. Het heeft niet echt een narratief. Er wordt een klein beetje met de kijker gespeeld. Er zit één knipoog naar de camera in van het hoofdpersonage. Dus dat is een beetje een Ferris Bueller'tje. Maar net niet genoeg. En aan het einde gaan we ineens naar het heden en werkt hem in een fabriek en
leest hem zijn eigen boek. Dus dat is ook een beetje... legendarische Leo van Vlaanderen scène, die daar eigenlijk indrukwekkender is als in de film van Hugo Claus. Ja. En er komt een vliegtuig voorbij gevlogen. Hè, op je hoort een vliegtuig. Goed, een vliegtuig, hè. Dan heb ik letterlijk even teruggespoeld. Ik van, maar hoor je nou net een vliegtuig? En dan was ze van, joh, prima, we hebben het. Het ding is ook, inderdaad... Zo van de Ed Wood School of Filming. Zo. Ja. Cut that print. Weet let's move it. De politie komt het, erop. Het is een vervelend mannetje in 1903. Hè, Problem Child. Dan is het eventjes Bugsy Malone. Dennis the Menace. Dan is het eventjes Bugsy Malone. Hè, Alan Parker doet de Leeuw van Vlaanderen. En dan is het terug Problem Child. En dan is het... Ah ja, en het speelt zich ook aan nu af. Maar ik... Ja, het is natuurlijk, als je iedereen erover hoort, is het een belangrijke film in de filmgeschiedenis van Vlaanderen. Maar ja. ik ben niet, ik vond het moeilijk. Het is ook zijn en best bezochtste, zeker, hè? Ja, het is een grootste succes. Het is een tijdsbeeld, hè? Ik denk dat je dat gewoon moet koesteren als een soort van tijdsbeeld. Bewegend bokraak, zeg ik altijd, maar ik vind dat... Ja. Boeiend, daarom omdat het... Wanneer heb je die de eerste keer gezien, Sven? Word jij jong toen? En heb je dat gezien als dat uitkwam? Of? Ik heb dat niet in de cinema gezien, maar ik heb dat zeker 3 jaar erna, 83, 84, dus ik moet 10 jaar geweest zijn. Ja. Dus ik kon mij wel relaten, niet naar de tijdsperiode en de tijdsgeest, maar wel naar jonge gasten. Hè. Je ziet eigenlijk fratsen uithalen, waar je van denkt, oh, ging dat er toen zo in school om toe? Dat is inderdaad wel een leuk term. Het vervelende is, en dat heb ik, daarom zeg ik Problem Child, omdat ik daar ook niet zo fijn vond. Ik heb blijkbaar niks met kinderen en ik heb dus geen sympathie voor het hoofdpersonage. Dat is gewoon een etterbak. En die begint te janken, omdat die haalt shit uit, dan krijgt hij een slag en dan begint hem te janken. Ja, haal dan die shit niet uit, is er al zout op de patata, dat is toch een fantastische scène. Dat is wel, ook komt dat daarvan. Zit dat ook in die origineel? Want dit heb ik nog niet bekeken. Zit dat daar ook in? Ik heb die nooit gezien. Ja, je hebt die ook nooit gezien. Want dat is, volgens die documentaire, is dit, als je het omrekent, zou dit de best verkochte Vlaamse film zijn. Zou deze meer bezoekers en meer geld hebben verdiend dan Loft? Als je het zou omrekenen. Mm-hmm. Ja, toen kostte dat 2 konijnenkeutels en een halve banaan. binnen te geraken. En een hemdsknop. En een hemdsknop. Ja. Mag wat kost. En de golle de witte gezien. Xander en Alex. Ik heb die gezien op school. We hebben die moeten zien op school. Dat is, ik weet niet, Vlaams kanon voor een of andere reden. Ja, maar... ja, dat is wel. Ja, ik herinner mij wel, speelt die zich ook af in 1900? Die van 1980? Ja. Oké. Okay. En Gaston en Leo hebben er ook cameo's in. Maar dat speelt zich af in de 80's en dan zingt hij bij 2 Belgen. Wat zullen we gaan aan doen? Maar alleen, Pieter, wat doe jij nu? Urbanus zat daar ook in. Allee, Pieter, wat doe jij nu? Een neuzelaar! Wat ik grappig vind is... De Robert De Niro van Robert de Hert heet Olivier Windros. Ja, maar dat is zijn stiefzoon, hè? Ah, is dat zijn stiefzoon? Ja. Ah, dat wist ik niet. Want die zit al in de witte. Ja. Is dat een fetish-acteur of wat? Degene die dat zit in al die zijn films. Ik denk, die zit in al zijn films. Rolletjes, soms grote rolletjes. Ik dacht dat zijn stiefzoon was. Ik dacht dat. Ah, dat zou kunnen, ik weet het niet. Ik heb het niet... Ik kon het eens even opzoeken, of dat je dat geen karren had. Ik had het kunnen doen, maar dat heb ik niet gedaan. Maar dus de witte op 1980, ja, belangrijk voor Vlaamse cinema en weet ik van wat. Maar ik had er weinig mee. Maar ik denk dat als je minder kinderen haat, dat het ook leuker is. En inderdaad, die Leeuw van Vlaanderen scène, die is wel straf. Want dat is wel heftig of zo. Dat is wel echt goed gedaan. En dan aan het einde is het heel raar, want dan zit ineens in het nu... En dan was er van, nu ineens een beetje magisch realistisch raar. Dat is raar, hè. Het is een heel raar einde van de video, vind ik. Ja. Zo, ineens is dat gedaan. En, hij pleegt zelfmoord, dat lukt dan niet. Dus dan denk ik van, nou, kun je dat ook al niet? Oh, het, en dan... het geweer was nog niet uitgevonden toen. Ja, hij schiet zichzelf voor de kop, maar er waren er nog geen kogels uit. Met een katapult! Nou, pijn! Nee, ja, hij dreigt de hele tijd zelfmoord te plegen. En aan het einde probeert hij het ook, maar dan zwemt hij... Hij gooit zichzelf in de... Ik denk dat... nee, ik weet niet meer. In de, het speelt zich natuurlijk af in Zichem. Hè, want daar speelt dat
speelt dat epos zich af. Ik ben er niet meer zeker. Ik vind er nergens iets van terug, maar volgens mij is het item iets te maken met de Robben. Ah ja, oké, okay, dat zou kunnen. Een zoon of een stiefzoon of een... Wat een waanzin cast heeft die witte van zich hem nu dat ik hier zit te kijken. Ah ja, jong, Luc Philips. Renilde de Cler, Werther van de Sarn. Ja. Van Kuik, Michael Pas, Remo van het Groenewoud. Ja. Ja, van de Leo. Remo van het Groenewoud is de conducteur. Ja. Jeff Burm. En natuurlijk Jacques Van As, want Jacques Van As zit in alles. Jacques Van As zit, en dat is ook, en dat is wel leuk, want dat vind ik leuk, om inderdaad al die cameo's te zien. En, oh fuck, en die gast, en een jonge versie van dit, en een jonge versie van... En Jacques Van As, toen er van kampioenen nog totaal geen sprake was. Van de collega's, was de collega's al bezig in 1980? Jawel. Jacques Van As, dat is de droomde van zo'n carrière te hebben. Hè. Allee, dat is absoluut. Fantastisch. Gaston en Leo zouden er ook in. En die spelen daar eigenlijk een beetje hun eigen. Ja. Hè, beetje Gaston en Leo, een sketch in de film eigenlijk. Ja. En er kwam toen heel veel kritiek op van, oh, dat doet het toch niet. Hoor. Want laat ons wel wezen, toen was dat ook, Gaston en Leo was heel populair. Ja. Maar dat was not done, hè, voor die in een literaire film te zitten. En dat vond ik dan wel graaf van de Robben, dat hij dan zei, fuck you, doe ik dat toch. Ja. En dat brengt ons naadloos naar de volgende film, namelijk Zware Jongens. De film van Robben de Hert met Gaston en Leo. Pas op, daar heb ik me wel mee geamuseerd hoor. Dat vond ik een toffe film. Voor mij zit die ook in een top 5 van beste Vlaamse films. Ah, ja. Ik heb die denk ik 4 of 5 keer in de cinema gaan zien als kind. De max. Very quotable film ook. Ja. Ik vind die beter dan Paniekzaaiers. Er zijn veel mensen die Paniekzaaiers de beste Gaston en Leo film vinden. Trouwens ook van Patrick Lebon. Ja. Maar Zware Jongens, die bij mij, ja, dat is awesome Antwerpen uit. Dat is de eerste. Hè? Zware Jongens is de eerste die ze gedaan hebben. Ja. Paniekzaaiers is de tweede. Hè? Ja. Paniekzaaiers ook meer succes gehad dan deze. Ah ja. Maar deze is gezien ook die keizer live van Indian Tides en al die herkenbare dingen die ik toen als kind... ik als kind ook had als ik naar de cinema ging. De liefde voor Antwerpen die film uitawesomt, dat is echt... Ja, dat is ook zo Robben zijn Antwerpen. Zo. Ook wat hier ook in zit, wat in De Witte natuurlijk moeilijk is, omdat het zich afgespeeld in 1903. Daar zit bijvoorbeeld in het vechtstuk zitten wel een paar verwijzingen naar oude swashbuckle-films en dat soort dingen. Maar in Zware Jongens zitten echt heel veel verwijzingen naar cinema. Daar zie je inderdaad langs cinema's lopen. Op een gegeven moment hebben Gaston en Leo letterlijk een momentje De Dikke en de Dunne. En dat de ene dit zo doet en de andere met zijn stropdas rommelt. Mm-hmm. Dus je ziet letterlijk dat gaat de hele tijd... De cinema zit door heel zijn films, door al die films wel heen. Hè? Mm-hmm. Ik herinner me daar ook vooral zo één scène met, en dat god jij weten, Sven, wie dat die een acteur is. Maar dat is zo die man, die scène, nee, dat hij zo'n strandstoel probeert open te klappen. Dijk. Dat is Jan van Dijk. Ja. Kremlasoorlog. Is dat hem of? Hè? Ja. Geniaal is dat. Alex, dat was ook de eerste die ik opzocht. Zo van, oh fuck, maar dat's, die strandstoelscène is keigoed. Die is daarna, echt geniaal. Ja. En daarna gaat diezelfde gast nog in de titel van een verpleegster knijpen. En dat is ook, wie de fuck is dat? Toen was dat inderdaad Jan van Dijk. Maar die strandstoel, dat is een verhaal op zich, hè? Dat is een act. Dat is een act die hij heeft uitgevonden, die hij heeft geperfectioneerd, waar hij met jaren cruises heeft gedaan, jaren tv-shows in het buitenland heeft gedaan, en ook jaren in het Lido heeft gestaan. Ah, ja. Met die act. Dat is een internationale act. En hier zitten er maar fragmentjes van, want die is verknipt natuurlijk. Ja, ja. Maar Robben zal die ook ergens gezien hebben en gezegd van, ja, bedoel, die act, dat moet in die film, in dat gesticht. In dat gekhuis, En daarna heeft de Jan heeft trouwens daarna in de Paniekzaaiers een grotere rol gekregen, als de bad guy, als een van de twee bad guys, samen met Chris Kouwenbergs. Maar gevoel ook, dat die hoorden ook bij de klik van Gaston en Leo, hè, Jan van Dijk. Yvonne Verbeek trouwens ook. Hè. Yvonne en dat Verbeek is leuk, speelt de boerder van een gangster, inderdaad. Dat al die mensen uit die variété ook in die film gebruikt worden en mee mogen spelen. En dat is wel tof. Dat volkse, dat de neus niet voor werd opgehaald dan door de Robben. Maar wel op dat moment een hele hoop filmmakers. Hè, zoals je daarnet zei, dat was not done,
om dit soort mensen in de film te steken. Ja, ja, ja. Ik wil nog even een hele kleine vermelding maken bij de vorige film. De Witte van Zichem, waar een Mieke de Grote inkomt die de struikelende non speelt. Ja, klopt. Ik wil dat gewoon even laten weten. dat was haar rol. De struikelende non. Die struikelt gewoon en dat is voor de rest niks. Dat is zo van... Dat is een blooper. Dat is echt. Waarom zit dat in die film? Ik heb geen idee. Op een gegeven moment zie je Nolle voorbij lopen. Want hij wil misschien daar tussen de paters gaan zitten. Want daar is het proper en dan krijg je fatsoenlijk boterhammen. En dan zie je zo. Ben de Nolle voorbij lopen en hij struikelt. Ja, maar ondertussen is dat wel een van de beste actrices van Vlaanderen. Hè? Mieke de Grote. Ah, is dat? Ik ken die niet. Ja. Cordon gezien? Ja, denk ik. Ah, wel, dus die... Dat speel jij in, hè? Ja, dat ja, maar zeker, die, de dus degene die de slechterik eigenlijk. Woman in Charge. Dat is al een paar jaar geleden, dat weet ik niet meer. Ja. Hey, hij is een keigoeie actrice trouwens, Mieke de Groot. Ja. Sander, jij hebt hem ook gezien, zwaar jongens. Ja, ik vond dat niet zo goed. Maar ik wil Sven zijn bubbel niet kapot prikken, want ik snap het wel. Maar like, dit is bij mij de eerste keer dat ik die terugzie in, laten we zeggen, fucking 20 jaar. En ik schrok vooral hoe traag en hoe koud dit gefilmd was en hoe atypisch Gaston en Leo zijn, omdat ze precies in die film van rol gewisseld zijn. Like, in mijn hoofd is Gaston altijd de naap en Leo de nagever. En ik heb zo het gevoel in deze film dat dat omgekeerd is. Ja. Dat Gaston veel serieuzer is en Leo is veel meer... Volgens mij ook op vraag van Gaston, dat Gaston had altijd een ongelooflijke drang gehad om ik wil de serieuze zijn. Ja, Leo is het grappigste, hè, deze film. Ja, eigenlijk wel. En die score van Toets Tielemans, I love him. Ja, man. Fantastisch toch. Nee, een beetje half uur wil ik zijn mondharmonica zijn gat doen. Iedere 5 seconden... I love it. Sander, doe nog eens een mondharmonica na. Nee, er is iemand aanwezig in het gesprek die dat beter kan doen, denk ik. Ja, maar daarom is die jou juist zo grappig. Dat het geluid dat als je in iemand zijn hol duwt, dat is dat geluid weer. Wat was dat met een jazz-trompetist met de trompet in zijn gat, waar jij altijd zo mee moest lachen vroeger? Fokker. Ja. Ik snap het wel, Alexander. Allee, ik verstaan, als je dat na 20 jaar terugziet, dat je ik zie die flaws ook wel, maar bij mij is er zo'n grote saus nostalgie over, dat ik die film, dat is een knuffelbeer voor mij, die film. Dat is echt zo, De respons is gewoon van, ik had dit grappiger verwacht, maar wat hij wel hebt, ten eerste like, die beelden van Antwerpen in die beginmontage, ook al zijn dat archiefbeelden, is geweldig. Allee, ik heb de mer nooit zo meegemaakt. Dat er nog auto's overreden en zo. Ja, en bomen is stonden. Ja, dat hebben wij nog wel geweten. Ja, ik ben in die periode inderdaad daar ook in Antwerpen geweest. Hè. Dus, wat 84 is toen wij naar Octopussy en Beverly Hills Cop zijn gaan kijken. Mijn ouders gingen af en toe met mij naar Antwerpen. Dus dat was in die periode. Dus voor mij was dat inderdaad ook wel geweldig. En als ze zeggen, want ze spelen de lift. Ja. Dat is echt letterlijk, hè. De lift. Van Dick Maas, ook zo'n rebel in het Nederlandse filmwereldje. En dan hangt er een affiche van Blue Thunder. Heb je dat gezien? Ja. Oh man, topfilm. Zalig. Roy Scheider in de hoofdrol. Daar gaan we ook nog eens een podcast over doen, over John Badham. Want dat vind ik een zeer onder... Niemand kent die man, en dat is een zeer onderschatte regisseur. Die fantastische, die heeft Saturday Night Fever gemaakt... Blue Thunder, War Games. Die heeft keiveel goede films gemaakt en niemand kent die eigenlijk goed. Dus daar doen we slechte apps. Ik dacht dat je ging slechte zeggen. Apps. Wat? Slechte apps? Bad Ham? Slechte apps? Ah, Bad Ham. Ik dacht dat je. Ik dacht dat je ging zeggen dat we een Dick Maas podcast moesten doen. Oh, ja. Want er komt een Dick Maas documentaire. Hebben jullie de trailer gezien? De nog dikkere Maas. Ja. Nog dikker, nog Maas. Nog Maaser. Doe dik, doe Maas. De Dick Maas methode of zoiets heet die. Ik heb er een trailer van gezien de afgelopen week. En dan makkers Dick Maas. Ja, hij heeft hem zelf
gepost, hè, Dick? Ah, ja, mag jij Dick zeggen? Ja. Maar ga je Richard zeggen? Nee, ik moet Richard zeggen. Meneer Baas, moet ik zeggen. Volgde je hem niet? Nee, op Instagram. Nee, op Facebook, jongen. Ah, Facebook. Heftig, hè? Ah, oké, okay, ja, dat ga ik wel doen. Ik ben een grote fan van Dick Maas. Mag ik een verhaal zeggen van de laatste keer dat ik een Dick Maas film gezien heb? Ja. Het is Vlaamse film gerelateerd. De laatste film die Dick Maas gemaakt heeft is Prooi. Ja. En ik was super psyched voor Prooi, want dus de film over leeuwen die mensen opeten in Amsterdam. Dacht, oké, okay, Dick hebde. Ik ben ook een grote fan. Ik ben een grote fan van The Ghost in the Darkness uit 1797 bij Val Kilmer en Michael Douglas. Ja, ja. Goeie film. Goeie film. Dus ik dacht, dat wordt top, dat wordt like The Ghost in the Darkness, maar in Amsterdam. En die kwam uit, maar die speelde like een halve week in de Metropolis in Antwerpen, in de kleinste zaal. En ik had er een ticket voor en ik ging, het was net de première van de Amerikaanse Loft. Dus alle zalen waren de Loft, THE Loft. En er was één zaal Prooi en ik kwam daartoe. Het was rode loper en pers. En die mensen hadden zo... Alexander, kom er voor de Loft. Ja, nee, ik ga naar Prooi gaan kijken. Kom voor die leeuwenfilm. Was die goed, eigenlijk? Zat Erik van Looijen toen bij jou in de zaal? Of... dat heb ik al gezien, die Loft. Dat is een keigoeie B-film. Dat is exact wat je denkt dat gaat zijn, hè. Ja, ik moet die Sinterklaas horrorfilm, die ligt hier ook klaar. Sint. Ik vond dat keigo, die Sint. Goed, nog even over zware jongens. Koen Krukke heeft ook een belangrijke rol, vind ik grappig. Als gevangene, ja. Want toen was homoseksualiteit nog misdaad. Maar dus. Koen Krukke was theateracteur, operaacteur. Ja. En na zware jongens heeft hij een serieuze filmcarrière gehad. Hè? Ah, is dat zo? Ja. Dat was eigenlijk de eerste stap in de filmwereld. Maar daarna had hij in Hector. Coco Flanel. En All the Way to Studio 100, hè? Ja, All the Way to Studio 100. Altijd dezelfde gasten speelden ook, maar... we komen dan bij de volgende film. Dat is Blueberry Hill, een film uit 1989... die zich afspeelt in de jaren 50. Michael Kulder-Zipken is verliefd op dat wijf van de Goede Tijden, Slechte Tijden. De dokter Herman. Maar Bert van Veen, ja. De dokter van Herman, hè. Het enige valse liedje wat Herman van Veen ooit gemaakt heeft, zeg maar. En, de ex van Koen Wouters. Ah ja, dat is juist. Ja, klopt. Ja, die heeft toch al wat vrouwen versleten, hoor. Maar zijn dezelfde periode als Intensive Care, toen Koen Wouters ook nog een filmcarrière... Ongeveer, ja. Ik denk, dat was een beetje erna. Dat is ook goed, hè. Dat is ook een topper. Intensive Care. George Kennedy. George Kennedy. Een Amerikaanse acteur die ze zo konden betalen voor een halve scène. En dan rijdt hij zo met zijn auto de ravijn in en loopt hij voor de rest van de film met windels rond. Omdat dat is iemand anders, hè? Ja, dat is letterlijk. Dat is echt goed, hè? Dat is een Bela Lugosi. Hè? Ja. Dat was een tandarts die dat toen gedaan had. En deze is echt letterlijk dezelfde truc, hè, dat ze daarin gebruikt hebben. Dat is ongelooflijk, hè? Ja. Die blonde vrouw die heet toch Hilde Heijnen, hè? Heet die niet zo? Nee, dat is het vriendinnetje, dat is het andere vriendinnetje. Dus dit is Babette van Veen en het andere, het vriendinnetje van Michael Nispijs, waar die vriend op is. Zijn eigen vriendin die truien voorbereidt, heet Hilde Heijnen. Letterlijk, dat is die met job. Wel, ik is juist hetzelfde. En daar heb ik een goed verhaal over. want dat was bij de première van Uwe Crème Glace Oorlog. Ja. Dat ik met de Andries kwam kijken. En ik zeg nog tegen de Andries, ja, kom, we gaan niet over de rode loper. Hè. Ik ga gewoon... We gaan kaarten halen en we gaan gewoon naar binnen. Nu blikt, wij kwamen eraan. Ik zeg mijn naam en ik zeg en de Andries. En ze zeggen, ja, nee, die kaarten liggen, die moeten afhalen om het einde van de rode loper. Dus je moet erover. Hè. Ja, hè. En de Andries die zegt, ja, ik wil niet over de rode loper gaan. Wat loop ik hierna te doen? Ik zeg, ja, maar wij zijn welkom to the AA. Hè. Dan zit jij met mij. Dat zijn wij met tweeën. En hij is zo wat aan het twijfelen, want hij wil niet over de rode loper. Dus ik begin al te wandelen en die blijft staan. Maar Hilde Heijnen is er ook, maar die is helemaal alleen.
Dus ineens zeggen al die fotografen, Hilde, Alex, ga eens naast elkaar staan. Effener, die kijkt naar mij. Die zegt, ja, ik ken u niet. Ik zeg, ja, ik ken u ook niet. Hè? Want de Nait en Andries mij pas verteld wie dat was, want dat was ik ook al vergeten. Dus ik stond ernaast. Ineens beginnen die zo foto's te trekken, maar zo dat kinderen, het koppel op de rode loperfoto's. Terwijl een Andries is toch gewoon niet mee op de rode loper te wachten tot dat allemaal gedaan is. Dus ik had zoiets van, aaschool, jij laat mij hier hangen. En dan bleek dat nog te zijn met die griet waar ik echt een boon voor had toen ik veel jonger was. Moet je allemaal uitleggen aan Jasmin. Ja, ook dat nog zo. Ja, dat is niet wat je denkt. Dat is niet wat je denkt. Nee, pas maar één keer neuken. Dus wat er wel leuk aan... Ik vind dit niet zo'n goede film. Ik vind wat? Het ook... Nee, sorry. Ik vind het ook te fragmentarisch. Heeft geen narratief. Gaat nergens toe. Dat is zo schoon. Heeft het raarste einde aller tijden. Maar... Oh, dat is een vervolg. Het is moeilijk dat het rare einde is. Dat wisten ze toen nog niet, hè? Dat jawel, want dat was normaal een triptiek geweest. Ja, voilà. Dus dat is helemaal shit. Nee, wat grappig is dat Stijn Meuren zit erin. Dat is heel grappig. Frank Dingenen. Het grappige van Frank Dingenen is dat hij later in Meester Hij Begint weer de leraar speelt. Wat ook mee door Robben gemaakt is geweest. Mm-hmm. Dus er zitten een aantal leuke dingetjes in. Frank Annenbom is toch geweldig. Frank Annenbom is goed. Ja, Bernard Verraaien als turnleraar. Maar ik was voor Frank Annenbom. Dus ik was tegen... Die gasten interesseerden me niet. Ik vond ja, maar Frank natuurlijk. Annenbom... Maar ik bedoel... Tuurlijk, ik was ook voor Frank Annenbom. Maar dat is Captain Hook en Peter Pan. Hè? Ik bedoel, ja, ik zei ofwel voor Peter Pan, ofwel voor Captain Hook. En ik vond die lerares Frans ook een zeer mooie mevrouw. En die heet Mirjam Miseri of zoiets. Dus zo heet die. Miseri. Ja, voilà. Ja. Mirjam Miseri. Franse actrice. En, de liefste kikkeboe. jij vindt dat wel... Miseri met Mirjam. Ik vind dat een hele mooie film. Ik vind dat is een soort Stand By Me van de Robben. Ja. Ja, maar dan zonder het verhaal en zonder de cameravoering en zonder goede regie. Sorry dat ik het zeg. Maar, vind ik niet. Niet akkoord. Cameravoering is heel schoon als de Annenbom in die zaal zit. Dat is toch wel echt schoon gefilmd, vind ik. Ik snap van die scène snap ik helemaal niks. Dus daar is iemand overleden. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Dat ging toch nooit iets worden, dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Frank Annenbom is eigenlijk de schuld daarvan. En als eerbetoon hangen ze aan een bel en begint iedereen te applaudisseren. En daarmee is dan de kous af. Dead Poets Society. Voor Dead Poets Society. Ik bedoel, dat moment, Peter Weir heeft dat gepikt van Blueberry Hill. Die heeft Blueberry Hill gezien. Ja, maar dat is gewoon Dead Poets Society. Dead Poets Society is het wel goed gedaan en hier niet. Dat vind ik niet waar. En dat is van hetzelfde jaar, dus die kunnen dat niet gezien hebben. Dead Poets Society is van 89 ook. En Blueberry Hill ook. Het zijn allebei van 89. Is Blueberry Hill niet van 88? Nee, allebei van 89. Ja, volgens IMDb, hè. Dus ik... allebei... Dat is het Great Minds Think Alike, voilà. Ja, absoluut. Nee, maar het is wel even zo... pas een figuur heet trouwens Robin de Hert, hè? Ja, maar het gaat over zijn leven. Het gaat over Robin de Hert, zijn de herinneringen aan de jaren 50. Was dat een rockabilly als hij jonger was? Ik weet dat niet, ja. Dat zal dan wel zeker, hè? Als hem, een beetje een mot, hè? Niet? Een beetje langer haar zo en toestanden, niet? Ja, het is meer rockabilly eigenlijk. Hè? Zo'n rocker vision, zo die vetkaart. Krijg je zo en ook, een enorme crybaby vibe van die cover als ik die zie. Ja. Dat vind ik zalig. Maar Bert van Veen is ook gedubt. Die spreekt Vlaams, terwijl het een Hollands is. Dus die hebben ze gedubt op een of andere manier. Ik weet niet waarom precies, maar dat is wel zo. Omdat dat geen Hollandse figuur was. Ja, maar pak dan een Vlaams actrice, zou ik dan zeggen. Ja, maar dat zal dan waarschijnlijk met centjes hebben te maken gehad, hè. Dat zijn Hollanders goedkoper, dat is het eerste dat ik daarvan hoor. Nee, ik denk dat eerder voor de Nederlandse markt ook. Ik denk wel dat toch ook in die tijd wel iets uitmaakte. Ja. Ik zie nog dingen naar Hector, bij Sylvia Millekamp. Ja. Dat was zo in die tijd.
Dat was zo... Ja, plus het mag wel een keer omgekeerd, zeker. Meestal werden wij altijd gebruikt voor de debiele stemmetjes te doen als we naar Nederland gingen of als je in het Nederlands werd gezet. Dat is waar. Dat is waar. Dat is toch? Ja, nee, dat is waar. Timon en Pumba en de Vlaamse Leeuwenkoring zijn gewoon gepakt omdat daar rantebillen moeten zijn. Dus dat zijn dat Vlamingen, hè? Mm-hmm. Ja, alle slechteriken in de Sinterklaasfilms zijn ook Vlamingen. Ja, en kijk, nog altijd. Ja, nee. wat kunnen we nog zeggen over Blueberry Hill? Ja, inderdaad, het vervolg heet Brilcream Boulevard. Ja, maar prachtige soundtrack. Heb je daar al over gesproken? Nee, daar hebben we nog niet over gesproken. Zeg maar. Dat is toch prachtig? Daar kan ik me daar niet zoveel van herinneren. Oh, Jan Leijers heeft een soundtrack gemaakt. Schitterende nummers, echt. Ja. Ja, dat was toen a big thing, hè, Blueberry Hill. Hè. Dat was echt... Ja, dat klopt. En... Dat was een John Hughes-achtige film die je neergemocht werd. Zag ze volgens mij een opvang. Jongen, nee. Jongen, echt. Allee, dat hebben we hier niet gedaan, hè. Je moet dat in zijn tijdsgeest bezien. Mm-hmm. Dus, ja, maar... Heb je hem onlangs nog eens gezien, Sven? Nee? En we komen zo bij het tegenovergestelde, maar in mijn gedachten was dat minder slecht dan toen ik het terugzag. Dat moet ik echt eerlijk zeggen. Oké. Okay. En een ander... Ik weet dat ik dat best goed vond toen ik dat gezien heb, maar ik heb dat echt gezien, ja, rond die een tijd in ieder geval. Ik heb dat niet in de cinema gezien, maar ik denk een jaar of twee, drie later. Allee, zo de eerste keer dat dat op tv werd uitgezonden, heb ik dat gezien. He, dus dat zal ergens begin jaren 90 geweest zijn. Ja, want dat zat wel een paar jaar tussen toen nog. En ik weet wel dat ik dat toen goed vond. Allee, dat ik dat zag en dat ik wel mee was met dat verhaal. En ook met die strijd tussen hem en die directeur. De leraar. De leraar. Zo al dat ding. En ja, ik vond ook wel zo die 50s setting vond ik ook wel tof of zo. Dus dat herinner, maar ik herinner me er te weinig van om er nog heel veel van te kunnen zeggen, omdat dat echt van die een tijd geleden is dat ik die nog gezien heb. Maar ik had er niet zo'n probleem mee of zo. En ik snap wel wat je zegt, Sven, dat je dat John Hughes-ding zegt. Het was wel zo'n beetje zo jongeren die zich afzetten tegen de oudere generatie en jongeren ondereen die het wat uithangen en dat soort dingen, dus... Ja, ik snap het wel of zo. Ja, en je moet rekenen, toen, dat was 89 of 88? Ja, 89. 89, ja. Dan was die generatie die dat had meegemaakt, die waren zo juist in hun 40ers, 40er jaren. Hè? Ja, dus, dus die hebben dat, mijn vader bijvoorbeeld, dat soort schoolsysteem meegemaakt. En dat was zeer waarheidsgetrouw. Ja, ja. En ja. Dus voor. Ja. Ja, en toch had de film ook iets meer narratief kunnen hebben. Maar oké, okay, als tijdsbeeld. En ook weer, het is wel, iedereen kent die film van Robben. Dus het is wel... Jij zegt dat heel de tijd, Fokke, maar wat bedoelde daarmee? Is dat gewoon dat je het gevoel hebt dat dat geen verhaal heeft? Of, ja, dat heeft een begin en een eind. En het geen een midden. Ervaring. Het is een ervaring. Dat zijn wel anekdotetjes achter elkaar. Ja, en dan proberen ze het... Ja. Een Japanse animatiefilm opa, like Studio Ghibli. Het is een ervaring. Nee, dat is niet moment waar. Dat heeft wel een einde. Dat heeft meestal wel een einde. Dat is niet waar. Ja, oké, dan vind ik dat ook niet goed. Nee. Deze film heeft wel een einde, maar geen midden. Dus dat is een beetje raar. Sven heeft het mij verkocht, want ik ben een grote fan van Frank Aandenboom. Dus, ja, nee, die is ook wel echt zonder enige twijfel zeer goed in deze film. Dat is ook de enige Vlaamse acteur waar ik oprecht spijt van heb dat ik hem niet meer kunnen ontmoeten heb. Ja. En die is oprecht, die speelt er sterren eraf daar. Dat is de helft van de film. Daar kun je niet omheen. De laatste film die Frank Aandenboom gedaan heeft, is zelfs in met Sven, denk ik. Pipa is zijn laatste rol, is in een zwanenzang. Dat is zijn laatste rol. En ik heb toen onder Mark Punt toen gevraagd, van ja, want ik had geen scènes met hem. Ik zeg, maar ja, als hem dan twee of drie draaidagen, denk ik. Ik zeg, zou ik dan naar de set mogen komen? Gewoon voor er te zijn en voor dat te zien. Alright. En ik heb dat dan gedaan. Ik vond dat was een beetje zo, ja... Dat was larger than life. Van die mens gewoon aan het werk te zien. En dan er een klapje mee te doen tussen de... Allee, dat was... Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Ja. Mm. Ik heb die nooit live gezien op een stuk van Molière. Ja. Dus dat was, denk ik, hoe heet dat dan weer al, de ingebeelde zieke, denk ik, dat was. En ik heb dat toen met school gezien. En ik weet nog wel hij speelde dan zogezegd de gastheer die zo'n soort huichelaar ontvangt.
Het is echt zo, het is echt een beetje data, maar ik weet nog wel dat hij een heel indrukwekkend was live. Waanzinnige stem, grote, een hele knappe vind ook. Op de scène. Dus, ja. Allee, hij speelde toen heel serieus, want die sprak ook AN in dat stuk. Dus maar dat was kon ook goed aanvaard. Ja, ja, dat was Napshire, hè, dat was niet dat. Het was echt letterlijk, ja, die arme man. Hè, dat hij zo heel, ja, met heel veel gravitas speelde. Een beetje een Laurence Olivier-achtige... Ja, een beetje dat. Ja, want zelfs Lilian Marleen is zo wat de go-to, iedereen kent hem daarvan. Maar die is wel grave, Lilian Marleen. Want dat doet hem heel veel en hij is funny. Ja. Het is heel veel drama ook. Has dat range, laten we zeggen. Ja. Zeker. Oké, goed. Oké, dan vind ik hem toch goed. Hey, maar, Brilcrème Boulevard. Die heb ik niet gezien, dus daar kan ik heel weinig over zeggen. Dat is een raar gevalletje. Omdat in die film wordt het personage van Frank Holmboom ineens onder 80 graden gedraaid. Zonder te veel te spoilen. Maar je zou dat eigenlijk moeten zien, want dat is... Je gelooft dat niet. Je gelooft niet dat er daar met het personage van Frank Holmboom aan de hand is. Ja, maar zeg maar, want het is een film uit 1995. Als het ouder dan 5 jaar is, mag je alles spoileren. Dat is de regel. En wel, in die film blijkt dan dat je valt op jongens. Ah. En dat verklaart alles. Ja, maar dat vond ik dat... Ik vond dat geen slechte film. Hè. Het is niet het niveau van Blueberry Hill, maar ik vond dat geen slechte film. Maar ik vond dat een beetje zo... Ja, en je voelde ook dat Frank er ook precies wat moeite mee had om dat te spelen. Zo. Maar na die première, en dat is een anekdote die ik er toch over wil vertellen, dat was in de periode dat ik er heel gere bij wou horen. Zo bij de Vlaamse Filmclub. Ik had dan Ad Fundum gemaakt, denk ik. Want Blueberry Hill was in... 95. En na Ad Fundum was dat voor mij van... Nou hoor ik bij de club. Niets was minder waar. Hè, not. maar ik ging ook naar al die premières. Want ik wou er overal bij zijn. Netwerken. En ik zag die film. En ik vond die oprecht goed. Ik herinner me dat die avond... Ik vond dat... Oprecht een goede opvolger. Vond dat goed gemokt. En ik was daar super enthousiast over. En ik kwam daarna de Michael Pas en zo tegen. Dat waren zo de mannen die al in de club zaten. Hè, waar dat ik dan nog niet in zat. Maar waar ik dat wel zo... En ik was oprecht heel enthousiast over die film. En ik zei, hey, proficiat. Ik herinner me dat nog zo. Amai, goed, tof. En die bezagen mij allemaal zo. Al die gasten ze van... En die letterlijk, die Michael Pas, die zei van, ben je aan het zwazen of wat? En ik verstond dat niet op die moment. Ik meen dat. Ja, kom. Dus die gasten vonden dat zelf allemaal geen goede film. Op de première al. Op de première. En ik vond dat een zeer bevreemdende situatie. Ja. Ik begreep dat niet. Dat, nee. En was dat dan al tijdens de... Tijdens het maakproces dat ze dat heb ik daarna dan gehoord dat effectief ook al zo was. Ja. Ah zo, dus dat ze eigenlijk... Omdat het eigenlijk best een succes was dat er een vervolg moest komen... En dat zij voelden van... Het is niet het juiste ding of zo. Het is niet... Ja. Ja, oké. Okay. Hey, fun fact, Wikipedia, Brilcrème Boulevard. Jonge Wiltura wordt gespeeld door Paul Pap. Paul Michiels. Grappig. Er zitten heel toffe scènes in die zich afspelen op de naam van BRT. Ik denk dat daar is. Ja. En op de manier waarop dat daar dus de cameramannen en het logosysteem van de BRT wordt daar... is echt, dat was in de 60's dat het zich afspeelde, denk ik. Nou. Ja, waarschijnlijk. Ja, dat is iets ouder. Ja. En dat zijn wel heel toffe scènes, vind ik. Zo, dat je zo die... Gertie Christoffel zit er ook in. En Petra, hoe heet dat meisje? Dat Petra, wat zong die ook weer? Iets van... Was die een hit nou, Petra? Petra Pollack. Petra Pollack. Dat is een ander. Dat is Pity Pollack. maakt niet uit. Ja, inderdaad. Maar goed. En Tom Leenaerts doet hier ook mee, blijkbaar. En die komt ook terug in Leimen. Leimen, De volgende, die maar een beetje andersom was. Ik dacht dat ik dat slecht vond. Toen heb ik dat bekeken en toen voelde ik dat eigenlijk best oké. Is Gaston's War. De Gaston's Oorlog. Waarin inderdaad...
Werner de Smet speelt een verzetsheld, een Vlaamse verzetsheld, en hij overkomt van alles. In mijn hoofd was dat te lopen. Ik heb dat in de cinema gezien toen, denk ik, want dat is in dezelfde periode als dat wij toen dat script gemaakt, dus dat was in die periode ook. Dus dan ben ik in de cinema en ik vond dat toen niet zo goed. En nu heb ik dat teruggezien en ik vond het eigenlijk best oké. Okay. Dat is bij Sylvia Kristel. Ja. Emmanuel. Emmanuel. En een schitterende Philip Peters, die daar het zaadje heeft geplant voor zijn verdere Duitse carrière. Die speelt daar een slechte Duitse. Met veel overtuiging. Wat een scène met die nagels. Hey. Ja, en dan begint hij die een in zijn reet te neuken. Ja. Dus dat is, en wat heel erg gaaf is, die Olivia Williams speelt hierin. En dat is eigenlijk nog best een bekende actrice geworden. Ja. Dus die heeft daarna nog... Want die anderen ook, hè, die Peter Firth, dat is echt zo de Britse rotkop. Hè. Die speelt een Engelsman. Is dat familie van Colin? Dat weet ik niet. Peter Firth is die van Equus. Equus? Ik zeg nu net zo lang uit totdat ik het gevonden heb. Ja, dat klopt. En The Hunt for the Red October en Life Force, de onderschatte film. Van Tobe Hooper. Maar Olivia Williams, heeft hij niet in die Polanski ook meegedaan? De Ghost Rider? Sorry. Ik druk hier de verkleerde aan. Olivia Williams, een leuke Britse actrice die we vooral kennen van The Ghost Rider, Rushmore, en speelt zelfs mee in The Sixth Sense. Die heeft al van alles gedaan. En dat is eigenlijk best. Dus het is eigenlijk wel cool dat hij daarin meedeed. Die Clive Swift is ook wel interessant trouwens. Maar... Ja, absoluut. Ja. Die gast, Keeping Up Appearances. Dat is die van Keeping Up Experiences. Ja, dat is die van de man van de Heisenberg. Richard! Ja, Richard Bucket. Die zat hem. Doet hij daar niet mee? Ja, die doet er ook in. Die speelt er ook in. Dus er zijn delen die zich afspelen in Londen, hè, waar het grote plan wordt gemaakt. En dat zijn heel veel gesprekken tussen Clive Swift en Peter Firth. En Olivia Williams is zo de secretaresse die daar ook rondloopt. Het rare van de film Gaston's War is dat... de blijkbaar stiefzoon, of was het schoonzoon? Stiefzoon? Ik denk stiefzoon. Oliver Windros speelt een Britse parachutist. Die niks zegt, tot op het allerlaatst. En dan heel erg geen Brits accent heeft. want voor de rest, die andere Britse acteur doet het eigenlijk heel erg leuk. Werner de Smet is echt goed, doet dat gewoon goed. Sylvia Kristel speelt een verzetsstrijdster, ook goed. Stefan Perceval is een Duitse soldaat. Soldaat. En, of een nee, of een, in ieder geval een foute soldaat. En als het dan zegt dat die andere films geen verhaallijn hebben, nou, dit heeft heel duidelijk een verhaallijn, een begin, een midden en een eind. En ik heb er eigenlijk met plezier naar gekeken. Ik vond het echt niet slecht. Er zitten goede dingen in. En niet zo low budget, hè? Want ik denk dat daar wel in mijn hoofd was dat low budget, omdat er ergens één keer een trein... Maar dat was het enige wat in mijn hoofd was blijven hangen. Dat er een trein doet ontploffen, maar dat zie je niet. Maar ja, daar hadden ze dus inderdaad geen geld voor. Maar dat, nu de tweede keer dat ik daar zat, stoorde dat me helemaal niet. Dus zo kun je... dat is natuurlijk 20 jaar geleden dat ik dat gezien heb, of bijna 25... En dan in je hoofd zit dat dan van, was low budget en dat was eigenlijk niet zo goed. En nu kijk je dat terug en dan denk je van, dat verhaal gaat goed vooruit. Dat is interessant. Het is geen soldaat van Oranje, maar het is wel oké. Het is echt wel oké. En wat ik echt gewoon oprecht goed vind, is Lijmen. Dat is een film uit 2000, zijn laatste film. Film met Mike Verdreng en Koen de Bouw, Willeke van Amrooy en Sylvia Kristel. En het bekende boek van Willem Elschot, waar ik dan toevallig ook nog gelezen heb op een of andere bizarre manier, want ik lees nooit boeken. maar dat is gewoon echt een goede film. Ik heb hem gisteren zitten kijken en dat was gewoon... Ik ben niet gaan kakken. Ik vond het echt gewoon goed. Ja, maar dat is natuurlijk ijzersterk gespeeld ook door Koen en door Mike. Die Mike Verdreng, die moet gewoon... Waarschijnlijk goed in, hè?
Echt. Maar ook, en wat ik dan niet bij alle Robbe's films vind, de cameravoering, hoe het in beeld is gebracht, ja, dat ziet er, het ziet er echt goed uit. Het is ook weer een period piece, het speelt zich af in de jaren 30. Het heeft die sfeer van de jaren 30. Het is, ja... Waarover gaat het eigenlijk? Het is dus het boek van Willem Elschot en het gaat over... Koen de Bouw komt bij Mike Verdreng in de leer en dat is eigenlijk een soort oplichter. Die verkoopt aan bedrijven, zogezegd, een tijdschrift. Mm-hmm. En daar moeten ze eigenlijk veel te veel geld voor betalen. En dat is een boek, hè? Het is een boek van Willem Elschot, ja. En Willeke van Ammerooy speelt een vrouw die een bedrijf heeft in keukenliftjes. En daar verkopen ze 100.000 van die, van die boekjes aan. Een soort, ja... promo boekjes, maar daar moeten ze veel te veel geld voor betalen. Die gaan langzamerhand gaat zij daardoor failliet. En dat knaagt aan het personage van Mike Verdreng. En die probeert dat geld dan terug te betalen, maar zij accepteert het niet. Ze is te trots. En het gaat eigenlijk... Het is een hele rare relatie tussen Willeke van Ammerooy en Mike Verdreng. Mm-hmm. En Koen de Bouw speelt de leerling van Mike Verdreng. En Sylvia Christel speelt dan de cafébazin die tegenover de factory woont. Mm-hmm. En het is klein, er zit geen actie in, het is een dialoog, maar het ziet er heel mooi uit. En, het is een heel lang, ik geloof dat hij zelf de montage, dat hem dat zelf nog even kon doen om de film te redden, want de film was... Allez, door financiële problemen bijna niet afgeraakt. Ja. Mm. Blijkbaar was het ook, waren ze er ook al aan bezig. Is hij pas in later bijgekomen om het te maken. Maar ik vind dat hij dat zeer goed gedaan heeft. En inderdaad, die Mike Verdreng, die heeft behalve VTM opgestart ook een zeer goede film gespeeld. Maar die was daarvoor ook acteur. Ik wist dat ja, eigenlijk. Goeie acteur. Mm. Ik wist dat niet. Keromar. Ja. Vlaamse fantasy-reeks. Ja, ken ik nog. Ja, ja, ja. Was dat de Vlaamse Floris? Ja. Ja. ja, dat is toch niet erg? Ja, nee, hetzelfde periode. Zo. Nee, ja. Nee, ervoor. Dat is voor Floris, volgens mij. Weet je dat zeker? Want Floris is oud, man. Ja, ik denk dat Kiro, maar... Ik denk dat ervoor is. Ik denk niet dat je gaat winnen van Paul Verhoeven. Wacht, Kiro, maar... Kiro, maar is van 71. Oh, dan is het, dan is Floris ouder. Ah. Wacht, toch dan. Ik weet het niet. Ik zeg het gewoon. 69, oei, net. Woe! Nice. Ja, dus ja, de laatste Robert, Floris. Ja, Paul Verhoeven heeft gewonnen, dan is het goed. De FIFA Robert, hè? Kerelmer. Nee. Dus, ah ja, Kerelmer. Heet je film ook niet Lijmen het Been of zo? Want er is zo'n rare... Ja, het boek heet Lijmen het Been. En het been slaat op het been van Willeke van Ammerooy. Wat heel slecht is en ook steeds slechter wordt. En op een gegeven moment zelfs afgezet moet worden. En het personage van Mike Verdreng. En dan bij gevolg Koen de Bouw ook voelen zich daar een beetje schuldig over. Omdat ze geen geld heeft, failliet gaat. En maar eigenlijk film heet niet Lijmen het Been? De DVD niet. Maar op IMDb wel. Ja. Mm-hmm. Dus de DVD staat gewoon Lijmen op. Maar op IMDb heet die Lijmen het Been. Dus dat weet ik ook niet helemaal zeker. Mm-hmm. Nou, ik heb dat altijd gehoord als die een titel. Lijmen het Been. Ja, ik ook eigenlijk hoor. Ja. Zeer ja. Niet-commerciële titel. Ja, absoluut. Ja, inderdaad. Ja, omdat je ook denkt dat het over twee verhalen gaat. Het gaat helemaal niet over. Het is echt één verhaal. En Lijmen de slash ertussen. Ja, de grootste films hebben de slash in de titel hoor. Jurassic Park heeft die slash in de titel? Nee. Oké. Waar al heet Jurassic Park in ieder geval? Ja, dat zijn je favoriete films. Omdat jij zijn de grootste films. Hebben. Dat zijn niet al genre, hè? Dat zijn slasher. Slasher! Oh, well, I am stealing on now! Is het in das bij? Goed, heren, dan sluiten we af bij... Nee, wacht. Ik wil sorry. Zeggen. Je bent de vergeten film van Robbe de Hert vergeten. Blijkbaar, ja. Ik zie het dan ver. Is dat ik, Ja, dat is een segmentje dat we erin hebben. Voilà. Maar Trouble in Paradise. Oké.
Het is echt een vergeten film van Robbe de Hert, waar niemand meer over spreekt. Ah ja. Ik heb die ook nooit gezien. Maar dat is met Karel Huibrechts in een zeer belangrijke rol. Mm-hmm. Karel Huibrechts, die trouwens ook in Zware Jongens een bijrol speelt. Mm-hmm. Hij is ook zeer moeilijk te vinden, ook Trouble in Paradise. En ja, die staat Peter... Hier, staat ook die op. Die Peter Furt, die in Gaston's War meespeelt, speelt ook in die film. En het gaat over wapenhandel in de haven van Rotterdam of de haven van Antwerpen. Of, ja, voilà. Ja, dat is juist. Ik, ik zie de fucking handel. Heb je dat ooit gezien? Nee. Ook niet. Nee. Dus hetzelfde jaar als Blueberry Hill. 88 staat er hier. Ja, 89. Of een jaar ervoor. Ja, volgens IMDb 89, maar holy shit. Ja, die wil ik wel zien eigenlijk. Ja, die wordt ook zo nooit... Karel Huibrechts, ja, inderdaad. Bizar dat hij... Dus die heeft op het één jaar twee... Sonja Barend zit daarin, Adriaan van Dis. Nee, nu moet ik het zien. Als Sonja Barend meedoet, moet ik het zien. Fokke, ik begin al te zoeken, want je bent. Het is moeilijk. Ja, hij staat, zit hier ook niet tussen, inderdaad. Fokker, je hebt de nieuwe missie in het leven. Maar dat is inderdaad, wat Alexander zei, Elixir d'Anvers, is ook wel een curiosum. En is heel tof. Want dat zijn hoeveel regisseurs, 6 of 7 regisseurs, die er allemaal een klein segmentje, een soort van anthology film over Antwerpen. Mm-hmm. Sommige verhalen spelen zich af in de middeleeuwen, sommige nu. En ja, leuk. Een heb ik nooit gezien. Dat is uit 96, dat heb ik nooit gezien. Zes filmmakers. All right. Ja, daar ben ik minder in geïnteresseerd op een of andere manier. Maar die Trouble in Paradise, dat boeit mij. Dus dat wil ik zien. Goed, en dan gaan we naar de documentaire die daar vorig jaar nog is uitgekomen. Kijk, aan de ene kant zeg je, jammer dat die is uitgekomen. Aan de andere kant is het ook wel fijn voor hem dat hij het heeft kunnen volbrengen. Tuurlijk, toch? Tuurlijk. Mm-hmm. Maar ze is niet af. Maar wel goed. Goed, maar... Nee? Ik vind dat een prachtige document, omdat het anders verloren zou gaan. Ja. Maar er had toch een iets wat betere klankman ten eerste mogen opzitten, naar mijn gevoel. Want de klank is heel slecht. En dan een ondertiteling misschien, hè, omdat de klank zo slecht is. Ja. En dan denk ik van, come on. Zeker het eerste deel is zeer goed opgebouwd en dan schiet dat naar alle kanten. Dat is wel waar. Ja. En dan denk je van, wow, wacht. Je moet een editor op zitten. Ik vind hem tot, laten we zeggen, tot 1990 is het echt supergoed. En dan gaat het een beetje mis. Ja. Dan gaan we ook heen en weer in de tijd. Dan zitten we ineens in 2000 en dan gaan we ineens terug naar 96 en inderdaad. Maar het eerste uur, voor het eerste uur alleen moet je dat ding kopen. Want ik wil nu ook... Ik ken namelijk niks van Charles Janssens, blijkbaar. En ik wil dat nu weten. Ik wil dat weten. Maar jij toch een digibox? Of een nee. Nee. Man, dat mist iets. Hè? Eclipse TV. Elke dag een Vlaamse film. Ah, daar heb ik wel. Dat Eclipse TV zit bij Telenet ook bij, volgens mij. Ik heb onlangs echt allemaal Charles Janssens films opgenomen. Die ze door... Ja, dat geven ze er gewoon, hè. Oké, dan ga ik nu ook allemaal eens staan. Dat wil ik zien. Ik wil die oude Edith Kiel en die Edith Kiel shit. Ik wil dat allemaal zien. Dat vind ik super boeiend. Hè, ik heb er dan één waar Tony Bell in mee speelt. Zonder waard. Maar voor de rest... Die Eclipse TV heeft zo de volledige winkel leeggekocht van die gast van retrofilms.be. Ja, dat is, daar heb ik ook die film Zonder Waard van. Ja, ik heb een paar weken terug de rechten opgekocht van Jeff Nijs en de Jommekesfilm van die vent. voor eigen gebruik. Die rechten bij hem? Je bent een beetje... Ja. Michael Jackson van de comedy door zo'n andermans rechten overkopen. En shit, nee, gewoon de uitzendrechten daarvan heb ik ook. Oké. Ik heb hier een DVD. Ja, ik ook. Maar ik heb er van hem, ik heb van die gast gekocht. Maar hij heeft 40 films, hij heeft die allemaal verkocht aan Eclipse TV, denk ik, gedigitaliseerd. Vooruit te zijn. Dat is wel tof, zo, gelijk als Schipperskwartier en zo. Van die... Oh, ja, de Woodpeckers en al die toestanden. Ja. Ja, dat vind ik, dus die Vlaamse, inderdaad, die Antwerpse humor scene van de jaren 40, 50. Ja, dat vind ik wel heel, heel boeiend. En goed dat er zo'n gast is die dat allemaal echt bijgehouden, hè? Ja, absoluut. Dat is toch fantastisch? Allee, anders was dat weg, hè?
Maar heb jij die film gezien, die documentaire, Alex? Nee, dat is een boek ook, hè? Klopt dat? Ja. Ligt er, is er niet een hele mooie boek van? Want die heb ik wel zien liggen. Ja. Ja. Ik heb een antwoord gehad. En ik heb dat, ik heb dat wel even vast gehad in een boekenwinkel. Dus, en ik ben er zeker wel in geïnteresseerd om dat te zien. Heeft dat niet in de Roma gedraaid ook? Ja, dat daar niet laten zien. Ik denk dat daar de première of zo was. Ja, ik dacht dat ook. Ja, heel beperkt, elke week gedraaid, of in de cartoons en al die toestand. Hier is een foto, en volgens het plaatje is dit Tony Bell en volgens mij niet. Maar, heb jij dat boek ook? Nee. Je moet eens checken, als je het inkijkt, moet je eens checken. Oorlogsjaren staat erop, Tony Bell, en ik geloof niet dat het er is, maar we zullen, Ik heb het gekocht op de boekenbeurs, ik heb een handdoek bij gekregen. Gezegd? Hij gaf handdoeken bij zijn boek. Zalig. Nee, is dat echt? Maar echt? Ja, ik heb een klein commemorative handdoekje van Robert de Hert. Zalig. En is hem getekend ook, een boek? Nee, hij was het juist niet. Hij was achter zijn tafel gezakt. Ik weet het niet, maar... Ik heb dit boek, een soort biografie van hem, waarin hij vooral zegt hoeveel ruzie die met iedereen... Dat is wel, ik wist dat zelfs niet meer. Dat is wel gesigneerd. Cool. Aan Fokker zelfs. Ja, aan mij. En ook ik heb ook die gast ons woorden heb ik blijkbaar ook door iemand laten. Dat is ook getekend, maar ik heb hem toen niet gesproken. Hij heeft ook eens meegedaan aan een filmquiz in The Joker. Maar die wist toen niet meer wie ik was. Dat is natuurlijk, daar zat dan wel al 20 jaar tussen. Hè, tussen dat we daar, dus die wist niet wie ik was, hoor. Ja, maar heeft hij nu ook meegedaan aan de quiz in de Joker en Aldo had hij samengesteld? Ja. En er zaten zo'n 20 van die obscure hip-hop vragen tussen. En Rob de Hert is kwaad weggegaan omdat er weinig film was. Dat was nou net de enige keer dat we een film met muziekquiz deden zonder film. Aldo had hij gemaakt. Ik denk dat de enige film pornotieten waren of zo. Ik weet het zelfs niet eens meer. En Robin de Hert is toen weggegaan. Daar had ik dan weer keigoed op gescoord als ik erbij had geweest. Ik blijf dat herhalen, jongen. 11 op 10. 11 op 10. Maar ik vind wel, Hollywood aan de Schelde, zeker het eerste uur, is bijna verplichte kost voor iedereen die van films houdt. Wie zijn de acteurs op de cover? Want dat is... Jan Verheijen? Dat is Jan Verheijen, de paus Hilde van Biechem. Maar deze mevrouw weet ik niet. Edith Kielny? Ah, dat zou wel eens kunnen, ja. Edith Kiel zijn. En dingen zijn Koen de Bouw, of? Hè? Is dat niet Koen? Ja, dit is Koen de Bouw, hierboven. Kun je het zien? Je ziet letterlijk 1 minuut in die documentaire. Ja. Ja, die weten ook wie Charles Janssens is. Dus en ik dat denk is, daar ja. het eeuwige ja. respect van de... Voilà. Dus op een gegeven moment... De documentaire die toont dat Jan de Cler al oud was in 1993 ook. Ja, dat is inderdaad... Ik is met zo'n documentaire, hoe lang was hem dat ding al aan het draaien? 20 jaar of zoiets? Letterlijk 20 jaar, denk ik. Om duur wordt dat zo de Chinese democracy van Robert de Hert, dat hij daar zo lang mee bezig is, tegen dat uitkomt. Voelt dat ook niet? Dus eigenlijk, normaal, met zo'n beelden moet je eigenlijk achteraf zeggen, van, eigenlijk zijn die onbruikbaar. Like dat Sven zei met dat geluid en al, cut your losses, maar je voelt dat hem echt over alles gaat draaien. Koen Kruk op de boekenbeurs, dat ziet er niet goed uit, dat kletst naar alle kanten uit natuurlijk. Ja, en er zit maar... Ja, dus ze hebben een interview met met Jan de Cler in de jaren 90, maar dan hebben ze zo Jan Verheijen nu. Dat vliegt zo alle kanten uit. Ja, en Jan Verheijen zit er denk ik in 3 tijdsmomenten in. Dat hij en nu en een keer in de jaren 90... Want er is 1 interview met Erik van Looy en Jan Verheijen en Robben met 3. Die zitten met 3 aan het ding. En dat is echt... Dat is 20 jaar geleden opgelopen, bij wijze van spreken. Dus... Maar ja, ik vind dat wel charmant. En ik vind dat wel... Ik ben wel blij dat ik daar dingen van kan zien en zo. Ik bedoel, ook dat je Gaston Bergmans nog in een interview ziet. Ja, de man is toch ook overleden. Dus er zitten toch wel heel veel iconen. En ik wist oprecht heel veel dingen niet. En dat vind ik gaaf. Heb je de piep gehoord? Ja. En ik heb ook opgezocht wie het was. Dirk Impens, inderdaad. Ja. En daar is een hele goede documentaire over. Je hebt zo niet gelijk Belpop gehad. Ja. Over film. En dat zijn maar een paar afleveringen geweest. En in een van die afleveringen zit de veten in tussen Robert de Hert en Dirk Impens. En Stijn Konings, die er dan ook nog zo wat tussen zwalpt.
En Dirk Impens wou niet meewerken aan die documentaire. Nee, en dat merk je ook, want de films die Dirk Impens geproduceerd heeft, daar hebben ze allemaal achter de schermen beelden van moeten gebruiken. Nu, dat stoort mij niet, behalve bij Alles Moet Weg. Bij Alles Moet Weg gebruiken ze de Alles Kan Beter, of whatever, een of andere Hoe Stijf Is Programma versie van de potgrondsketch. En dat A is too much, en B is raar, en C is blackface. Dus dat is een beetje... Dus, dat was ook raar om te zien, hè? Dat was raar, hoor. En dat had er echt niet in gemoet. Dat was het enige moment dat ik van... Nu wil ik gewoon de originele scène zien, of niet. En wat je nu doet, is voor mij niet oké. Okay. Ja. Omdat die film, die rechten zaten bij die Dirk Impens. Het feit dat je die wegbliep, vind ik ook een beetje kinderachtig. Dat had ik niet gedaan. Maar dat heeft te maken met... Als hem zijn naam had vernoemd, had waarschijnlijk Dirk Impens er waarschijnlijk gerechtelijk iets mee gedaan. Ja, maar hij wordt niet beledigd, hij wordt gewoon vernoemd. Ja. Ja, misschien wel. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat maar wat zou dat gegeven hebben? We moesten Robbe dans hebben gemaakt. Dat vind ik een goed statement in die documentaire. Ja, want dat was zijn passieproject was dat, hè? Dat wou hij heel graag maken. Ja. En ik dacht altijd dat hij zei priester dans, maar het is Pieter Daans. Of heb ik dat verkeerd? Ja, het kan allebei. Het is allebei juist. Ja, die man Pieter, is dat die heeft toch echt bestaan, of niet? Of is dat... Tuurlijk wel. Ja. Ah ja. Nee. Dat is ook zijn Sinterklaas. Dat weet ik veel. Kevin Daans. Leopold II heeft ook helemaal niet echt bestaan, naar het schijnt. Dus, wat ze ook heel erg, wat ook grappig is in die film, is dat ze de Leeuw van Vlaanderen, dat iedereen die film uitscheidt. Hugo Claus zelf ook. Behalve Jan de Cler. Nee, Jan de Cler vindt het goed. Ja, ja. En ja, ik vind dat ook cool. Jij vindt alles goed, Sven. Ja, maar dat is een joy to watch, echt waar. Dat is echt ongelooflijk. Ja, van de 40 Vlaamse filmklassiekers staat hij niet bovenaan mijn lijst. Wildschut. Want volgens mij komen daar ook borsten in, niet? Ja, zeker. Ja. Ja. Wildschut heb ik ook gezien, denk ik ooit. Dat zegt mij iets. Over wat ging dat? Een hijacking op een boerderij. Jawel. Dat is een klein beetje zo... een soort... hoe heet die film nou weer? Die is ook een remake van geweest. Straw Dogs. Zo'n beetje dat zo. Of is het dat niet? Nee, het is meer gelijk die film met Anthony Hopkins en Mickey Rourke. Desperate Hours. Ja. Oh, waar hij die een IRA-gast speelt? Ja. Oké, homejacking eigenlijk. Ja. Maar die kerel die... Dat is niet dat. Nee, ik zit verkeerd. Nee, dat ding waar hem een ier in speelt, dat is nog iets anders. Nee, het is dat hem inderdaad zo die gast is dat binnenvalt in dat huis. In de villa van Hopkins, ja. Ja. Is hem dan niet in een ier? Nee. Goh, hoe heet die film dan weer? Dan speelt hem een IRA-agent. Hey, dan speelt hem zo'n... White Sands. Nee. Wacht, Anthony Hopkins. Wat zei je nu? Anthony Hopkins en... Nee, Mickey Rourke. Mickey Rourke die een IRA... Ja, Mickey Rourke die dan een IRA-gast speelt. Wacht, dat gewoon kies op zich. White Sands? Niet? Met dingen met Samuel Jackson? Nee, dat is het niet. Als je Desperate Hours, dat bedoel je niet. Nee. Dat is geen cassé. Even kijken. Ik zal het u direct weten te zeggen. Alright. Nee, goed. Blij dat die podcast daarover gaat nu. Maar ik wil het gewoon weten. Ja. Ik wil het nu. Niet de nap, jongen. Fuck off. Oh, Prayer for Dying. Ja, die is hem. Prayer for Dying. Dat is hem. Goed. Nou ja, ik vind Hollywood aan de Schelde inderdaad, zoals alles zitten er wel haken en ogen aan, maar het is wel echt een goed document en ik ben blij. Ik zeg inderdaad hermonteer, maak een 4 uur durende versie, want volgens mij hadden ze 200 uur materiaal en zeker ik bedoel ook die bomaanslag op de Rex in 45, ja dat zijn allemaal dingen die mij verschrikkelijk interesseren. Ik vind dat die vanwege die bomaanval, maar gewoon dat hele wat er allemaal gaan was. Die Baron Heilen ook, dat idee over die man die dat rechtsconcern had. En op een gegeven moment zegt, fuck you Amerika en alleen maar Duitse films.
nog ja. vertoond in al zijn cinema's. Ja, ik vind dat een top verhaal. Van St. Pauli. Ik vind dat een top verhaal. Dus ik vond dat wel echt super, super informatief en leuk en vlot gemaakt. Voilà. Hebben we nog een laatste Robben de Hert anekdotes of idee? Of, Ja, het was zeker een figuur, hè. Ja. Bedoel, dat is ook iemand, je kunt er veel over zeggen, maar dat was zo'n gast die niet onopgemerkt is voorbijgegaan. Hè. Ook niet hoe dat hem was eigenlijk. Als je hem ooit in het echt hebt meegemaakt of zo, dan weet je dat nog wel. Ja. Ik veegde aan alles zijn voeten ook. Ja. In hoe moet ik mij voordoen? Nee, ik ben mezelf. En ja. Dat is wel uniek, hè. Ja, en hij noemde, en dat was ook echt zo, hè. Iedereen maakte daar grap over, maar hij noemde letterlijk iedereen schat. Ja. En dat was funny en schattig en leuk en dat was, ja, dat was cool. Wat was nu het verhaal met die handdoek uiteindelijk? Ik weet dat het in de Gazette heeft gestaan, hè. Waarom dat hij constant met die handdoek rondliep. Rond dat hij smoste dikwijls en hij vond dat verschrikkelijk dat hij smoste. Ja. Ja. Hey, een smosser. Ja. Okay. Ja, dat is ja, gewoon om altijd zichzelf te kunnen proper houden. Ja. Ja. Het was een propere jongen, dus dat is eigenlijk heel... heel en dat nou was dan een gimmick natuurlijk, hè. Allee. Mm-hmm. Ja. Ja, zoals as far as gimmicks go, valt dat dan nog mee. Je kon ook zo die ene rare bril hebben met dat stripje in het midden. Zo. Dat is... Dat vind ik dan toch altijd. Dat vind ik dan dat toch is altijd wel erg. Het goede van die foto hier is dat hij die bril op zijn voorhoofd draagt. En dat was ook typisch. Had altijd zijn leesbril hier. En die viel altijd naar beneden, dus die moest hij altijd naar boven doen. Dat was ook heel fijn. En hij dronk. Was dat whisky of vodka? Vodka Cola Light. Whisky Cola Light, volgens mij. Ja, maar later niet. Alleen dat is een paar jaar geleden, hè, want hij dronk niet meer. Hè. Nee, toen wij hem ontmoetten. Nee, was het whisky toch? Ja, volgens mij whisky of vodka Cola Light. Ja. Omdat dat toch afviel. Dat vond ik ook. Dat ben ik dan ook begrepen. Wat had hij eigenlijk? Wat was er mis met zijn gezondheid? Diabetes volgens mij. Diabetes, ja. Okay, maar hij had ook morfine plekkers. Hij was heel geren zat. Hij zei al, schat, ik ben zo geren zat. Echt niet meer. Ja. En zijn been gebroken, en dat heeft Jan ook verteld. Zijn been gebroken en dat is nooit helemaal goed gekomen. En daarom was hij heel slecht op been ook. Letterlijk. Ja. Hij had beter een beetje lijmen het been. Weet je, de had voor bekeken waar men een bit in zat over Robbe de Hert en de docu. De show in Kortrijk is Jan Verheijen komen zien na die voorstelling. En ik was al zo wat... Hoe zal ik het zeggen? Ik wou, omdat Jan heel erg aanwezig zit in die show, ook als onderwerp, wou ik niet zo heel erg laten voelen dat Jan daar was. Omdat anders... Allee ja, fuck dat met het publiek een klein beetje. Mm-hmm. En dat van... Robbe de Hert zat heel erg in het begin van de show. En ik denk dat mijn openingszin ervan was van... Robbe de Hert stond eerst in de krant, omdat... Het gaat niet zo goed met Robbe. En ik zeg die zin, het gaat niet zo goed met Robbe. En er is maar één persoon in heel de schouwburg die zo... Ja. Dat is Jan Verheijen die voor heel de zaal. En ik zag eraf van, ja, je bent nu echt wel niet anoniem gemaakt. Ik zeg, ja, wat zeg je ook? Het gaat niet goed met Robben. De mens is godverdikke al 7 jaar stervende. Wat zeg je? Ja. Oei, ze komen mij ook halen. Maar, They're coming to take me away. Haha. Nee. Maar ja, toch wel voor iemand die dan inderdaad waar het niet zo goed mee gaat en een beetje schrijnend. Toch fijn dat hij zijn laatste project heeft kunnen afronden. Maar hij is gestorven in vergetelheid. Hij heeft wel nog een piek van populariteit gehad en aanwezigheid in de afgelopen 10 jaar. Een ster in Oostende. Ja, kijk, ja. Voilà. Dat is fijn en dat verdient hij ook wel. Hè. Ik bedoel... Die heeft 2 films op zijn teller staan die in de top 20 van meest bezochte Vlaamse films staan. Ja. Dat zijn cijfers dat ik milde film niet meer haalt. Hè. Die van De Witte en van De Zware Jongens. Klopt. Nee, dat is waar. Dus dat is... En blijkbaar ook iets wat Sven misschien meer weet dan wij, maar dat hij ook achter de schermen gewoon voor veel mensen dingen betekend heeft. Die Fugitive Cinemas, dat die Patrick Le Bon daar ook bij zat. Daar zaten toen... Jan Verheijen zegt dat heel schoon. Hè. Hij heeft de weg geëffend voor de generaties erna. Ja. Dat die het niet meer zo moeilijk zouden hebben om een film te kunnen maken. Nee, klopt.
door al zijn lastig het financiering. Ja. Maar ook inderdaad door iets te maken met Gaston en Leo. Want voor ons nu, daardoor heb je een Hector en een Max en dat soort films gekregen. Ja. Omdat hij dat aanvankelijk gedaan heeft. Omdat dat toen not done was. Je moest toen hogere kunst maken, bij wijze van spreken. En inderdaad, in de witte zaten ze al in, hè? Gaston en Leo. Dus, voilà. Misschien voor iedereen hier, filmfreak gewijs. Hè? Ja. Mocht Robbe de Hert niet heel zijn leven hebben moeten vechten voor geld bij elkaar te krijgen en een film te kunnen maken, stel dat hem in Engeland of in Amerika was geboren, wat voor soort regisseur was dat geweest? Met wie zou die het te vergelijken zijn? Internationaal gezien. Met die Brit, hoe noemt die Brit van Cash? Want hij was natuurlijk toch wel politiek. Hè? Het einde van Lijm en het Been zijn allemaal stock footage van het opkomend nazisme. Het gaat ook, de witte gaat over de socialisten. Was het een socialist? Het was een socialist. Mm-hmm. Hij is, dus, hoe heet die gast nu van Cash? Die Britse... Ken Loach, nee. Ken Loach, ja, voilà. Mm-hmm. Een soort Vlaamse Ken Loach. Nee, vind ik niet. Nee, daar heeft hem iets te populaire films voor gemaakt. Ja, die heeft natuurlijk geen zware jongens achtige dingen gemaakt. Dat is allemaal zwaar op de handen. Ja, ik vind dat heel grappig dat Zware Jongens een populaire film was. En ik geloof dat ook, maar dat ziet er niet uit als een populaire film. Dat voelt heel flats en grijs aan en donker, vind ik, voor een komedie te zijn. Ik denk dat je dat een beetje moet zien. Er zit een grote korrel in, hè, in die film. Ja. Waar de lift en flodder was voor Holland of zo. Snap je? Populair. Ja. Voor het grote publiek. En ik bedoel, Turks Fruit was natuurlijk al voor het grote publiek, maar dat was nog altijd wel een literair boek. De lift en flodder, dat waren genrefilms voor een groot publiek. En dat bestond eigenlijk bijna niet in het Nederlands taalgebied. Mm-hmm. Oh, met wat zou jij hem vergelijken, Sven? Goh, ik vind dat een goede vraag. Ik zit ook niet weten, ze. Vind je dit erover na te denken? Want ik kan dat niet direct zo zeggen. Die regisseur. Ja, ik vind ook zo die Vlaamse films van de jaren 80, 90, zo'n specifiek beestje ook. Mm-hmm. Ja. Allee, ik associeer dat allemaal zo met het Vlaams epos. Hè? Ja. Ja, het is natuurlijk ook heel vaak merkte wel dat zo, hoe groter de mogelijkheden natuurlijk worden, hoe meer dat de films die gemaakt worden beginnen aan te leunen bij dingen als Amerika en dingen als zo Patser en zo, dat zo heel flashy is en heel... Dat je ook wel merkt dat daar dan ook naartoe gaat. Terwijl dat gebrek aan budgetten net altijd moeten vechten om door het VAF te geraken en niet gemaakt te krijgen. Dat zorgde toch ook voor een heel bepaald... Ja, die moesten dat klein houden. Dus dan ging het ook wel over dingen die heel specifiek van hier zijn of zo. En wat ik daar zo bijzonder aan vind, is dat hij dan toch vooral films maakt die zich in het verleden afspeelden, waar je oude auto's, oude... Productioneel is dat veel moeilijker. Zware Jongens is zijn enige film die in het heden afspeelde. Trouble in Paradise. En dan die Trouble in Paradise die ik niet zien. Ja. Maar die andere films spelen zich ofwel in het beste geval in de jaren 50 af, of in de jaren 30, of in de jaren 0, bij wijze van spreken. Als je een Vlaamse film in de jaren 50 wil draaien, moet je gewoon in West-Vlaanderen gaan draaien nu. Ja, bedoel... Dus zo dat ze niet schieten gedaan hebben, het is gewoon in Aalst. Ja. Aalst ziet eruit in de jaren 80. Je rijdt altijd rond naar de auto uit de jaren 80. Alright, lieve vrienden. Ik denk, dit was onze versie van een eerbetoon aan Robert de Hert. Misschien is het voor sommige mensen vloeken in de kerk en dat zal me aan mijn reet roesten. jullie waren zeer fijne gesprekspartners. Ik hoop dat we niet snel terug iemand moeten bespreken die weer gestorven is. Laten we volgende keer... Elke keer dat iemand doodgaat, dan begin ik al een maandagavond vrij te maken. Maar Sean Connery is nog niet dood, hè? Nee. Sean Connery is niet dood, Clint Eastwood is niet dood. Dus Dick Maas, Dick Maas. Ik wil een Dick Maas podcast. We doen een Dick Maas podcast. en wij doen ook, de heren zijn welkom, Xander, we doen een Walter Matthau podcast. Walter Matthau podcast. We doen 1 oktober doen we een Walter Matthau podcast. Dat hij 100 jaar zou zijn. Zou hij 100 jaar geworden zijn.
Ja. Okay. En 20 jaar dood. En 20 jaar overleden. Ja, inderdaad. Dus we doen 1 oktober doen we een Walter Matthau podcast. En schuld met de Gremlins. Met de Gremlins doen we ook een Walter Matthau special. De onze gaat leuker zijn. De onze gaat ongeïnformeerder zijn. Ja, we zoeken dat live op het internet. Zo doen wij dat. Goed, ik heb nog 40 Vlaamse films te bekijken. Dus jullie... Gaan we naar Flash Gordon doen? Of hoe zat dat eigenlijk? Dat is ook een volgende keer. Ja, Flash Gordon. Xander, met een die? Ja, het is wel heel lang geleden dat ik die gezien heb. Dus misschien... We doen een dubbel bill jaren 80 films. En dat is Flash Gordon, Popeye... En Superman 2. En... Oh, zalig. Dus dat is één deel. Dus comic books. En Airport, Stir Crazy. Airplane. Ja. Stir Crazy. Caddyshack. En Blues Brothers. Oh, dat zijn ook 4 comedies uit 1980. 1980 was een straf, ja, jongens. Ja. Ik heb dan een hele leuke special. Die heb ik beluisterd. Een hele leuke special zonder die andere twee vervelende gasten. Dus dat was echt, echt heel goed. Nee, die heb ik ook graag. Zijn leuk. Natuurlijk, ik heb uw special ook gehoord. Ja, voilà. Ja, daar heb ik nog een appeltje mee te schillen met die fucking bar. Als die me nog 2-3 keer dat soort films in mijn hol duwt, dan ga ik het toch dat was een soort youngfest van dat geen naam meer mocht hebben. Maar goed. Tot zover deze podcast. Sven de Ridder, Alex Ekdioek, Sander de Rijken. Super hard bedankt. En slop wel eens, schat. Slop wel eens.